en gijzelingen. En daar ging het flink los. Valt daar nou nog iets aan te doen en al dat nepnieuws wat zich dan zo snel verspreidt? Ja, dat lijkt me heel lastig. Wij houden natuurlijk Twitter ook in de gaten als journalist. Op een gegeven moment zag ik een Spaanse passagier zogenaamd die van alles riep. Ook een Nederlander die zei in het toestel te zitten. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Ik zag wel dat een paar tweets werden verwijderd. Maar je hebt te maken met honderdduizenden Twitteraars die er iets van vinden. En ja, hen wordt geen strobreedte in de weg gelegd. Ja, ik zou altijd zeggen, volg de journalisten van de mainstream media. Want die weten waar ze het over hebben. Ja, dat is de beste tip inderdaad. Dankjewel, Chris. Er is nog altijd geen spoor van degene die gisteren Philip Schol onder vuur namen. De Enschedese advocaat die raakte gisteren bij de liquidatiepoging vlak over de grens in het Duitse Gronau ernstig gewond. Een straat verder. En heute morgen om 7:50 ben ik hier voorbij gefahren. En dat moet wohl ganz kurz darauf passiert zijn. Het weißes Auto met holländischen Kennzeichen im Laufe dieser Woche hier schon beobachtet heb, weil es sehr langsam, auffällig langsam hier vorbeigefahren ist. Und da haben Sie gesehen, wer in dem Auto saß oder was das für Ja, das waren jüngere Leute und ich hatte für mich noch gedacht, oh mein Gott, die können auch nicht Auto fahren. Das war mein Gedanke. Tja. Gerben Kuitert is verslaggever bij Tubantia. Goedemorgen. Hoe gaat het nu met Philip Schol? Nou, de laatste berichten die we hebben gehoord is dat hij is geopereerd. Maar sindsdien is er over zijn gezondheidstoestand niets meer naar buiten gekomen. Oké. Weet de recherche al in welke hoek ze moeten gaan zoeken? Nou, Schol heeft zelf aangegeven, althans dat hebben we gehoord van een buurman die hem heeft geholpen. Dat hij één schutter of alle tweede jongens die in die auto reden, in die witte waarschijnlijk Volkswagen, dat hij die heeft herkend. Dus als dat allemaal klopt zoals dat tegen ons is verteld, moet het niet moeilijk zijn om die jongens op te pakken. Ja. Maar je weet het nooit, hè. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat Schol daar liggend op de grond heeft gezegd van ik weet wel uit welke hoek het komt of ik weet wel waar je het moet zoeken of... Dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Nee, dat zal onderzoek dan verder moeten uitwijzen. Het scheen wel zo te zijn dat hij al werd bedreigd omdat hij ook veel als curator optreedt. In dit geval zou het, ja. Het verhaal gaan om een sportschool die opgedoekt of faillissement aangevraagd zou zijn, waarin hij bemiddeld zou hebben. En daar zouden wat boze reacties op gekomen zijn. Weet je daar iets meer van? Jawel, hij bemiddelt in elk geval niet als curator. En als curator maak je ook zelden vrienden. Want de curator die zit in faillissementen vertegenwoordigt die de schuldeisers. En hij was dus curator bij die sportschool in Hengelo, Olympic Gym. En heeft een flinke ruzie gekregen met de eigenaar van die sportschool. Hij heeft die man zelfs laten gijzelen in het huis van bewaring. Omdat die sportschool-eigenaar niet voldoende wilde meewerken aan de afwisseling of de afhandeling van het faillissement. En hij heeft in zijn faillissementsverslag geschreven dat die sportschool werd gebruikt als witwasmiddel voor drugswinsten. Ja, dus hoe nu verder? Nou, in elk geval is duidelijk dat het een helemaal Duitse aangelegenheid is, dat onderzoek. Dat hoewel het om een Nederlands slachtoffer gaat en waarschijnlijk de daders ook uit Nederland komen. Er was althans een auto met een Nederlands kenteken en hij zegt die verdachte dus te hebben herkend, dat het een Duitse rechercheonderzoek doet. De Kripo, zoals ze dat noemen in Duitsland, Kripo Noord-Rijn-Westfalen, gaat het onderzoek doen. En daar wordt het doorgaans niet sneller van, omdat je dan toch met allerlei tegen de beperkingen van de grens aanloopt. Het kan zo zijn bijvoorbeeld dat als de Nederlandse politie iets wil weten, dat het dan met officiële rechtshulpverzoeken naar de Duitsers moet komen. Dus dat kan een wat complicerende factor zijn. Oké. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor je toelichting, Gerben. Morgen dan publiceert onze krant de Ziekenhuis Top 100 met de beste ziekenhuizen van Nederland. Vandaag zijn alvast de twee winnaars bekendgemaakt. Het is het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch en het Rivas Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. Ja, en we hebben Hanneke van Houwelingen hier staan. Jij bent een verslaggever van het Algemeen Dagblad en je hebt meegewerkt aan het opstellen van die lijst. Hoe kom je nou tot een winnaar? Ja, dat is elk jaar weer een hele puzzel. Ja. Daar zijn we maanden mee bezig geweest. Wat we eigenlijk doen is, we verzamelen data van ziekenhuizen. Dat zijn data die ziekenhuizen al zelf al moeten aanleveren
aan de inspectie. Mm-hmm. Inspectie gezondheidszorg. En daar gaan wij op zoek naar welke criteria wij het zelf het meest interessant vinden. En dat zijn? Nou, je moet denken aan wat zijn de meest veel voorkomende ziektes, welke operaties worden er gedaan, scoren ziekenhuizen goed op medicatiebeleid, dus geven ze de medicatie op het juiste moment, hoe lang liggen zieke mensen in het ziekenhuis, mm-hmm. Is dat niet te lang, worden ze niet te snel ontslagen, zeg maar, hoeveel heringrepen zijn er, hoeveel complicaties zijn er. Dus zo proberen we eigenlijk een goed scala aan criteria op te stellen waar we de ziekenhuizen op toetsen. Waar we dan op letten, want je hebt wel iets van 200 criteria. Dat is flink, hè? Dat is veel. Ja, hoe lang zijn jullie mee bezig geweest om die lijst samen te stellen? Wel een paar maanden. Ja. En dan wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen streekziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen. Waarom is dat? Dat hebben we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gedaan. Omdat we zagen dat er steeds meer verschillen ontstaan in Nederland. De topklinische ziekenhuizen doen veel zware en complexe operaties. Terwijl de algemene streekziekenhuizen, dat zegt het al een beetje, de algemenere behandelingen doen. Ja. Dus voor je knieën en je heupoperatie of voor het knippen van de neusomhandelen, daarvoor ga je naar je ziekenhuis om de hoek. Mm-hmm. Maar voor een complexe kankeroperatie ga je bijvoorbeeld naar een topklinisch ziekenhuis zoals het Jeroen Bos. Ja, precies. Oké. Nou ja, we zijn al eventjes langs geweest bij het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Ja, ze zijn natuurlijk nummer 1 in de categorie topklinische ziekenhuizen. We hebben vast nog niet bedacht wie ik deze plaquette mag overhandigen. Dus dat ga ik zelf doen. En ik ga maar jou mee. Nou, ze zijn er in ieder geval blij mee. Ja. Maar wat betekent het nou echt voor een ziekenhuis? Nou ja, die vraag krijg ik wel vaker. Hè? Ja. Van hoe serieus moeten we de ranglijst nu echt nog nemen? Serieus, denk ik. Want het is eigenlijk niet te vergelijken met met de andere lijst die we in de krant hebben gehad. Zoals de oliebol en de haringtest. Nou, want daar staat het AD wel natuurlijk een beetje bekend om. Dat wij graag lijstjes brengen. Ja, en ja. Dat ook wel business kan maken of breken. Gaat dat met ziekenhuizen straks ook zo op, denk je? Nou, dat denk ik niet. Het is wel belangrijk dat we het doen. Kijk, even vooropgesteld, de ziekenhuis top 100 is geen smaaktest. Nee. Dus ziekenhuizen leveren zelf de data aan die ze toch al moeten aanleveren aan de inspectie. Dus we bezorgen ze geen extra administratie. En ik denk dat het goed is dat ook al die data in de openbaarheid komt, omdat je dan als patiënt ook kan zien dat er iets te kiezen valt, zeg maar. Maar ja, hoe serieus moet je het dus nemen? Ja, ik denk best wel serieus, want het gaat echt wel om wezenlijke dingen. Van welk ziekenhuis zijn de kankeroperaties beter? Welk ziekenhuis loop je het minste risico op complicaties? Dus ja, dat zegt wel iets. Maar zitten er dan minuscule verschillen tussen nummer 1 en de laatste in de lijst? Kijk, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de Nederlandse gezondheidszorg best wel goed is. Ja. Dus ook als je onderaan de lijst staat, hoef je daar als patiënt niet gelijk weg te rennen. Het is alleen goed als je een complexere operatie hebt of je wil een second opinion aanvragen. Ja. Dan is het goed om eens te kijken van oké, hoe vaak, hoe goed scoort een ziekenhuis. Juist. Ja, oké, snap ik. Nou, we gaan even naar verslaggever Peter Boender, want die is bij het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. De nummer 1 in de categorie streekziekenhuizen. Ja, Peter, zijn het daar ook allemaal blije medewerkers? Ja, enorm blij. Toen ik hier binnen liep via de deur, zag ik een enorme boog met ballonnen. En ze zijn ook trots natuurlijk. Want moet je je voorstellen dat ze de afgelopen 5 jaar al in de top 2 zijn beland. En 3 keer daarvan hebben ze gewonnen. Ja, dan doe je toch wel iets goed als ziekenhuis. Marjolein Oosterhof, wat doen jullie dan zo? Dat jullie uitblinken hierin? Ja, wij zijn denk ik een klein en betrokken ziekenhuis. En kennen onze mensen, kennen onze werknemers. Staan ook voor kwaliteit. Vinden het ook belangrijk dat mensen graag in het ziekenhuis komen, want in het ziekenhuis kom je niet graag. En wij toetsen onze eigen kwaliteit ook met enige regelmaat. Recent zijn wij nog weer geaccrediteerd door een internationaal accreditatiesysteem, waar wij ons ook echt heel veel voor inzetten. Ja, en merk je dat dan ook bij de patiënten, dat die waardering aan beide kanten er is?
Ja, dat merk ik zeker. Er zijn mensen die toch, wat ik al zei, als je in een ziekenhuis moet komen, dat is niet fijn. Maar het is toch prettig als je dan in een ziekenhuis komt waar mensen zich zorgen maken over jou ziek zijn. Waar ze zich zorgen maken over de kwaliteit die ze leveren. Dat wat ze doen, dat ze dat gewoon super goed doen. Ja. Kees Heijblom, voor de zoveelste keer winnen is natuurlijk leuk. En in die top 100 staan bovenaan. Hebben jullie daar ook nog wat aan? Nou, we zijn er ten eerste gewoon heel erg trots op. En het is toch een opsteker voor alle mensen die er hard aan gewerkt hebben. Ik bedoel, het gaat niet over de eerste prijs. Maar als je die hebt, omdat je zo je best doet en daar de waardering voor krijgt, is dat geweldig. En heb je daar wat aan? Ik denk dat inderdaad van betekenis is. Ik bedoel, mensen in de regio die kijken daar ook echt naar. Maar ik denk ook dat verzekeraars daarnaar kijken. Ja, nu zijn er wel wat kritische punten. Of de punten waar jullie, het onderdeel waar jullie punten op laten liggen, zijn de darmoperaties waar complicaties voor komen. Ja, is dat iets wat jullie het komende jaar willen gaan verbeteren? Nou, ten eerste, als je het beste ziekenhuis bent, of in ieder geval de score wordt genoemd het beste ziekenhuis, moet je ook beseffen dat je niet alles goed doet. Er zijn best dingen die je nog steeds kunt verbeteren. Alhoewel, dit gaat over hele kleine getallen. Kijken wij heel serieus naar dit soort, ja, toch wel afwijkingen. En als anderen het beter doen, dan moeten we daarvan kunnen leren. En in een netwerk proberen we ook deze dingen op te pakken. Behalve dat we intern kijken of dat beter kan. Of we dan van elkaar kunnen leren om het inderdaad nog beter te krijgen. Want ja, je wil in dat opzicht gewoon ook voor alle patiënten het beste bieden. Ja, want Marjolein, je bent arts op een heel andere afdeling natuurlijk, ja. Kinderarts. Wat zou jij, als je rondkijkt en rondloopt in het ziekenhuis, zelf willen verbeteren? Ja, wij kijken eigenlijk als bestuur in dit geval met z'n allen, met de staf, met alle medisch specialisten, met alle werknemers ook wel, naar kleinere dingen en soms ook naar wat grotere dingen. Kees vertelt net over het netwerk. We zijn zoekende naar andere algemene ziekenhuizen om met elkaar naar je gezamenlijke complicaties te kijken en elkaar daar ook in aan te spreken. Een van de dingen die wij ook belangrijk vinden in het ziekenhuis is dat je elkaar ook durft aan te spreken. Dus ook binnen het ziekenhuis, als je ziet dat dingen niet gaan zoals, ja, we dat met elkaar hebben afgesproken, of zoals de richtlijnen dat voorschrijven, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek. En dat wil ik ook zeker blijven doen. Ja, nou, beide gefeliciteerd met de nummer 1 positie. Dat wordt vanmiddag ook gevierd. Er is taart. Er worden natuurlijk kranten uitgedeeld, want iedereen mag het weten. Het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem staat op 1. Zo is dat. Hey, want nou komen die mensen, of hè, die ziekenhuizen komen natuurlijk in de lijst. Merk jij dat ze er alerter van worden? Dat ze er iets mee willen doen met de punten waar ze dan wat minder in zijn? Ja, ik heb al heel wat telefoontjes gehad in de weken voorafgaand aan de ranglijst. Van, kun je een tipje van de sluier oplichten? Waar staan we? Ja. De ziekenhuizen zijn ook wel echt zenuwachtig van waar zitten we dit jaar in de top 100. Want het heeft natuurlijk, hoe je het went of keert, het heeft impact. Zeker, ja. En het is ook echt wel een aansporing voor ziekenhuizen om iets te verbeteren. Een van de criteria die we in het verleden meenamen is doorligwonden. 10% van de patiënten die had daar last van. Mm-hmm. Zeg ik dat goed? Ja, in elk geval, dat was echt een probleem in de ziekenhuizen. We zien nu, we dat een paar jaar in de ziekenhuis top 100 hebben gehad, dat ziekenhuizen die zorg zo hebben verbeterd, dat eigenlijk nauwelijks nog voorkomt. Nou, het is van 10% naar 1% gegaan. Dat willen we natuurlijk graag. Nou, hopen voor de mensen dat de CAO ook nog een beetje gaat meewerken. Ja. Dan is iedereen gelukkig. Ja. Goed, dankjewel Hanneke. Ja, de ziekenhuis die top 100 die wordt morgen uitgebracht in een speciale uitgave bij onze krant. En dan hebben we tot slot nog het weer, want het wordt zo'n echte herfstdag. Eentje om binnen te blijven. Er is veel bewolking, regenbuien en ook nog aardig wat wind. De temperatuur wordt maximaal 10 graden. Dus, nou, ik hoop dat je lekker met je dekentje op de bank kunt gaan liggen. En tot die tijd kun je kijken tot 9:30 naar de ochtendshow To Go. En welkom bij de ochtendshow To Go. Ja, het was foutje bedankt. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa die heeft excuses aangeboden voor het veroorzaken van grote paniek gisteravond op Schiphol. De piloot die had per ongeluk het kapingsalarm geactiveerd. Verslaggever Chris Klomp, ja, jij was op Schiphol. Hoe groot was die paniek nou eigenlijk aanvankelijk?
Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat het wel meeviel. Rond 7 uur kwam dat alarm. Ik ben in de auto gestapt. Best wel veel politie onderweg. Maar op Schiphol was eigenlijk heel weinig te merken. Behalve bij de D-gate. Daar moesten passagiers echt wachten. En dat is een zwaar bewapende marechaussee. Maar op Schiphol zelf was het eigenlijk business as usual. Ja, maar hoe heeft nou zoiets per ongeluk kunnen gebeuren? Ja, er gaan eigenlijk 2 verhalen eronder. Het eerste verhaal is dat de piloot aan een stagiair of een medewerker uitlegde hoe de kapingscode werkte. Dus de code 7500, die is per ongeluk verzonden. Het tweede verhaal is dat hij een code kreeg van de luchtverkeersleiding en eigenlijk de verkeerde cijfers intoetste. Hoe dat precies zit, weten we niet. Daar worden ook geen mededelingen over verstrekt op dit moment. Dus dat zal onderzoek uit moeten wijzen. Ja, nou was dit een vals alarm, maar wat denk jij, was Schiphol echt goed voorbereid op een noodsituatie als deze? Nou, dat denk ik wel. En dat viel mij ook enorm op hoe ontzettend rustig het was. Er werden ontzettend veel hulpdiensten, ik zou bijna zeggen, ingevlogen. En die werden allemaal bij een hotel neergezet, dus niet voor de ingang van Schiphol. Ja, en dan zie je gewoon dat eigenlijk passagiers op die D-gate na helemaal niets merken hiervan, maar dat er toch adequaat is opgetreden. De passagiers zijn gewoon uit het vliegtuig gehaald. En veel mensen hebben er heel weinig van gemerkt. Nou, dat is alleen maar goed natuurlijk. Maar wel veel paniek ontstond, dat was natuurlijk op Twitter. Want daar gingen toch wel flink wat cowboyverhalen rond over messen en gijzelingen. En daar ging het flink los. Valt daar nou nog iets aan te doen en al dat nepnieuws wat zich dan zo snel verspreidt? Ja, dat lijkt me heel lastig. Wij houden natuurlijk Twitter ook in de gaten als journalist. Op een gegeven moment zag ik een Spaanse passagier zogenaamd die van alles riep. Ook een Nederlander die zei in het toestel te zitten. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Ik zag wel dat een paar tweets werden verwijderd. Maar je hebt te maken met honderdduizenden twitteraars die er iets van vinden. En hen wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ja, ik zou altijd zeggen, volg de journalisten van de mainstream media. Want die weten waar ze het over hebben. Ja, dat is de beste tip inderdaad. Dankjewel, Chris. Er is nog altijd geen spoor van degene die gisteren Philip Schol onder vuur namen. De Enschedese advocaat die raakte gisteren bij de liquidatiepoging vlak over de grens in het Duitse Gronau ernstig gewond. Een straat verder. En heute Morgen om 7:50 ben ik hier voorbijgefahren. En dat moet wohl ganz kurz darauf passiert zijn. Het weißes Auto met holländischen Kennzeichen. Im Laufe dieser Woche hier schon beobachtet heb, weil es sehr langsam, auffällig langsam hier vorbeigefahren ist. Und haben Sie gesehen, wer in dem Auto saß oder was passiert? Ja, das waren jüngere Leute und ich hatte für mich noch gedacht, oh mein Gott, die können auch nicht Auto fahren. Das war mein Gedanke. Tja. Gerben Kuitert is verslaggever bij Tubantia. Goedemorgen. Hoe gaat het nu met Philip Schol? Nou, de laatste berichten die we hebben gehoord is dat hij is geopereerd. Maar sindsdien is er over zijn gezondheidstoestand niets meer naar buiten gekomen. Oké. Weet de recherche al in welke hoek ze moeten gaan zoeken? Nou, Schol heeft zelf aangegeven, althans dat hebben we gehoord van een buurman die hem heeft geholpen. Dat hij één schutter of alle tweede jongens die in die auto reden, in die witte waarschijnlijk Volkswagen, dat hij die heeft herkend. Dus als dat allemaal klopt zoals tegen ons is verteld, moet het niet moeilijk zijn om die jongens op te pakken. Ja. Maar je weet het nooit. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat Schol daar liggend op de grond heeft gezegd van ik weet wel uit welke hoek het komt of ik weet wel waar je het moet zoeken. Dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Nee, dat zal onderzoek dan verder moeten uitwijzen. Het scheen wel zo te zijn dat hij al werd bedreigd omdat hij ook veel als curator optreedt. In dit geval zou het het verhaal gaan om een sportschool die opgedoekt of faillissement aangevraagd zou zijn, waarin hij bemiddeld zou hebben. En daar zouden wat boze reacties op gekomen zijn. Weet je daar iets meer van? Jawel, hij bemiddelt in elk geval niet als curator. En als curator maak je ook zelden vrienden. Want de curator die zit in faillissementen vertegenwoordigt die de schuldeisers. En hij was dus curator bij die sportschool in Hengelo, Olympic Gym. En heeft een flinke ruzie gekregen met de eigenaar van die sportschool. Hij heeft die man zelfs laten gijzelen in het huis van bewaring. Omdat die sportschool-eigenaar niet voldoende wilde meewerken aan de afwisseling of de afhandeling van het faillissement. En hij heeft in zijn faillissementverslag geschreven dat die sportschool werd gebruikt als witwasmiddel voor drugswinsten. Ja, dus hoe nu verder? Nou, in elk geval is duidelijk dat het een helemaal Duitse aangelegenheid is, dat onderzoek.
dat hoewel het om een Nederlands slachtoffer gaat en waarschijnlijk de daders ook uit Nederland komen. Er was althans een auto met een Nederlands kenteken en hij zegt die verdachte dus te hebben herkend, dat het een Duitse rechercheonderzoek doet. De Kripo, zoals ze dat noemen in Duitsland, Kripo Noord-Rijn-Westfalen, gaat een onderzoek doen. En daar wordt het doorgaans niet sneller van, omdat je dan toch met allerlei tegen de beperkingen van de grens aanloopt. Het kan zo zijn bijvoorbeeld dat als de Nederlandse politie iets wil weten, dat het dan met officiële rechtshulpverzoeken naar de Duitsers moet komen. Dus dat kan een wat complicerende factor zijn. Oké, nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor je toelichting, Gerben. Morgen dan publiceert onze krant de Ziekenhuistop 100 met de beste ziekenhuizen van Nederland. Vandaag zijn alvast de twee winnaars bekendgemaakt. Het is het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch en het Rivas Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. Ja, en we hebben Hanneke van Houwelingen hier staan. Jij bent een verslaggever van het Algemeen Dagblad en je hebt meegewerkt aan het opstellen van die lijst. Hoe kom je nou tot een winnaar? Ja, dat is elk jaar weer een hele puzzel. Ja. Daar zijn we maanden mee bezig geweest. Wat we eigenlijk doen is, we verzamelen data van ziekenhuizen. Dat zijn data die ziekenhuizen al zelf al moeten aanleveren aan de inspectie. Mm-hmm. Inspectie gezondheidszorg. En daar gaan wij op zoek naar welke criteria wij het zelf het meest interessant vinden. En dat zijn? Nou, je moet denken aan wat zijn de meest veel voorkomende ziektes, welke operaties worden er gedaan, scoren ziekenhuizen goed op medicatiebeleid, dus geven ze de medicatie op het juiste moment, hoe lang liggen zieke mensen in het ziekenhuis, mm-hmm. Is dat niet te lang, worden ze niet te snel ontslagen, zeg maar, hoeveel heringrepen zijn er, hoeveel complicaties zijn er, dus zo proberen we eigenlijk een goed scala aan criteria op te stellen waar we de ziekenhuizen op toetsen. Waar we dan op letten, want je hebt wel iets van 200 criteria. Dat is flink, hè? Dat is veel. Ja, hoe lang zijn jullie mee bezig geweest om die lijst samen te stellen? Wel een paar maanden. Ja. En dan wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen streekziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen. Waarom is dat? Dat hebben we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gedaan. Omdat we zagen dat er steeds meer verschillen ontstaan in Nederland. De topklinische ziekenhuizen doen veel zware en complexe operaties. Terwijl de algemene streekziekenhuizen, dat zegt het al een beetje, de algemenere behandelingen doen. Ja. Dus voor je knieën en je heupoperatie of voor het knippen van de neusomhandelen, daarvoor ga je naar je ziekenhuis om de hoek. Mm-hmm. Maar voor een complexe kankeroperatie ga je bijvoorbeeld naar een topklinisch ziekenhuis zoals het Jeroen Bos. Ja, precies. Oké. Nou ja, we zijn al eventjes langs geweest bij het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Ja, ze zijn natuurlijk nummer 1 in de categorie topklinische ziekenhuizen. We hebben vast nog niet bedacht wie ik deze plaketten mag overhandigen. Dus dat ga ik zelf doen. En ik ga maar jou mee. Nou, ze zijn er in ieder geval blij mee. Ja. Maar wat betekent het nou echt voor een ziekenhuis? Nou ja, die vraag krijg ik wel vaker. Hè? Ja. Van hoe serieus moeten we de ranglijst nu echt nog nemen? Serieus, denk ik. Want het is eigenlijk niet te vergelijken met met de andere lijst die we in de krant hebben gehad. Zoals de oliebol en de haringtest. Nou, want daar staat het AD wel natuurlijk een beetje bekend om. Dat wij graag lijstjes brengen. Ja, en ja. Dat ook wel business kan maken of breken. Gaat dat met ziekenhuizen straks ook zo op, denk je? Nou, dat denk ik niet. Het is wel belangrijk dat we het doen. Kijk, even vooropgesteld, de ziekenhuistop 100 is geen smaaktest. Nee. Dus ziekenhuizen leveren zelf de data aan die ze toch al moeten aanleveren aan de inspectie. Dus we bezorgen ze geen extra administratie. En ik denk dat het goed is dat ook al die data in de openbaarheid komt, omdat je dan als patiënt ook kan zien dat er iets te kiezen valt, zeg maar. Maar ja, hoe serieus moet je het dus nemen? Ja, ik denk best wel serieus, want het gaat echt wel om wezenlijke dingen. Van welk ziekenhuis zijn de kankeroperaties beter? Welk ziekenhuis loop je het minste risico op complicaties? Dus ja, dat zegt wel iets. Maar zitten er dan minuscule verschillen tussen nummer 1 en de laatste in de lijst? Kijk, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de Nederlandse gezondheidszorg best wel goed is. Ja. Dus ook als je onderaan de lijst staat, hoef je daar als patiënt niet gelijk weg te rennen. Het is alleen goed als je een complexere operatie hebt of je wil een second opinion aanvragen. Ja. Dan is het goed om eens te kijken van oké, hoe vaak
hoe goed scoort een ziekenhuis. Juist. Ja, oké, snap ik. Nou, we gaan even naar verslaggever Peter Boender, want die is bij het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. De nummer 1 in de categorie streekziekenhuizen. Ja, Peter, zijn het daar ook allemaal blije medewerkers? Ja, enorm blij. Toen ik hier binnen liep via de deur, zag ik een enorme boog met ballonnen. En ze zijn ook trots natuurlijk. Want moet je je voorstellen dat ze de afgelopen 5 jaar al in de top 2 zijn beland. En 3 keer daarvan hebben ze gewonnen. Ja, dan doe je toch wel iets goed als ziekenhuis. Marjolein Oosterhof, wat doen jullie dan zo? Dat jullie uitblinken hierin? Ja, wij zijn denk ik een klein en betrokken ziekenhuis. En kennen onze mensen, kennen onze werknemers. Staan ook voor kwaliteit. Vinden het ook belangrijk dat mensen graag in het ziekenhuis komen, want in het ziekenhuis kom je niet graag. En wij toetsen onze eigen kwaliteit ook met enige regelmaat. Recent zijn wij nog weer geaccrediteerd door een internationaal accreditatiesysteem, waar wij ons ook echt heel veel voor inzetten. Ja, en merk je dat dan ook bij de patiënten, dat die waardering aan beide kanten er is? Ja, dat merk ik zeker. Er zijn mensen die toch, wat ik al zei, als je in een ziekenhuis moet komen, dat is niet. Maar het is toch prettig als je dan in een ziekenhuis komt waar mensen zich zorgen maken over jouw ziek zijn. Waar ze zich zorgen maken over de kwaliteit die ze leveren. Dat wat ze doen, dat ze dat gewoon supergoed doen. Ja. Kees Heijblom, voor de zoveelste keer winnen is natuurlijk leuk. En in die top 100 staan bovenaan. Hebben jullie daar ook nog wat aan? Nou, we zijn er ten eerste gewoon heel erg trots op. En het is toch een opsteker voor alle mensen die er hard aan gewerkt hebben. Ik bedoel, het gaat niet over de eerste prijs. Maar als je die hebt, omdat je zo je best doet en daar de waardering voor krijgt, is dat geweldig. En heb je daar wat aan? Ik denk dat het inderdaad van betekenis is. Ik bedoel, mensen in de regio die kijken daar ook echt naar. Maar ik denk ook dat verzekeraars daarnaar kijken. Ja, nu zijn er wel wat kritische punten. Of de punten waar jullie, het onderdeel waar jullie punten op laten liggen, zijn de darmoperaties waar complicaties voor komen. Ja, is dat iets dat jullie het komende jaar willen gaan verbeteren? Nou, ten eerste, als je het beste ziekenhuis bent, of in ieder geval de score wordt genoemd het beste ziekenhuis, moet je ook beseffen dat je niet alles goed doet. Er zijn best dingen die je nog steeds kunt verbeteren. Alhoewel, dit gaat over hele kleine getallen. Kijken we heel serieus naar dit soort, ja, toch wel afwijkingen. En als anderen het beter doen, dan moeten we daarvan kunnen leren. En in een netwerk proberen we ook deze dingen op te pakken. Behalve dat we intern kijken of dat beter kan. Of we dan van elkaar kunnen leren om het inderdaad nog beter te krijgen. Want ja, je wil in dat opzicht gewoon ook voor alle patiënten het beste bieden. Ja, want Marjolein, je bent arts op een heel andere afdeling natuurlijk, ja. Kinderarts. Wat zou jij, als je rondkijkt en rondloopt in het ziekenhuis, zelf willen verbeteren? Ja, wij kijken eigenlijk als bestuur in dit geval met z'n allen, met de staf, met alle medisch specialisten, met alle werknemers ook wel, naar kleinere dingen en soms ook naar wat grotere dingen. Kees vertelt net over het netwerk. We zijn zoekende naar andere algemene ziekenhuizen om met elkaar naar je gezamenlijke complicaties te kijken en elkaar daar ook in aan te spreken. Een van de dingen die wij ook belangrijk vinden in het ziekenhuis is dat je elkaar ook durft aan te spreken. Dus ook binnen het ziekenhuis, als je ziet dat dingen niet gaan zoals, ja, we dat met elkaar hebben afgesproken, of zoals de richtlijnen dat voorschrijven, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek. En dat wil ik ook zeker blijven doen. Ja, nou, beide gefeliciteerd met de nummer 1 positie. Dat wordt vanmiddag ook gevierd. Er is taart. Er worden natuurlijk kranten uitgedeeld, want iedereen mag het weten. Het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem staat op 1. Zo is dat. Hey, want nou komen die mensen, of die ziekenhuizen komen natuurlijk in de lijst. Merk jij dat ze er alerter van worden, dat ze er iets mee willen doen met de punten waar ze dan wat minder in zijn? Ja, ik heb al heel wat telefoontjes gehad in de weken voorafgaand aan de ranglijst. Van, kun je een tipje van de sluier oplichten? Waar staan we? Ja. De ziekenhuizen zijn ook wel echt zenuwachtig van waar zitten we dit jaar in de top 100? Want het heeft natuurlijk, hoe je het went of keert, het heeft impact. Zeker, ja. En het is ook echt wel een aansporing voor ziekenhuizen om iets te verbeteren. Een van de criteria die we in het verleden meenamen is doorligwonden. 10% van de patiënten die had daar last van. Mm-hmm. Zeg ik dat goed? Ja, in elk geval, dat was echt een probleem in de ziekenhuizen. We zien nu, we dat een paar jaar in de ziekenhuis top 100 hebben gehad, dat ziekenhuizen die zorg zo hebben verbeterd,
Dat eigenlijk nauwelijks nog voorkomt. Nou. Het is van 10% naar 1% gegaan. Dat willen we natuurlijk graag. Nou, hopen voor de mensen dat de CAO ook nog een beetje gaat meewerken. Ja. Dat is iedereen gelukkig. Ja. Goed, dankjewel Hanneke. Ja, de ziekenhuis, die top 100, die wordt morgen uitgebracht in een speciale uitgave bij onze krant. En dan hebben we tot slot nog het weer, want het wordt zo'n echte herfstdag. Eentje om binnen te blijven. Er is veel bewolking, regenbuien en ook nog aardig wat wind. De temperatuur wordt maximaal 10 graden. Dus, nou, ik hoop dat je lekker met je dekentje op de bank kunt gaan liggen. En tot die tijd kun je kijken. Tot 9:30 naar de ochtendshow To Go. Een hele goede morgen en welkom bij de ochtendshow To Go. Ja, het was foutje bedankt. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa die heeft excuses aangeboden voor het veroorzaken van grote paniek gisteravond op Schiphol. De piloot die had per ongeluk het kapingsalarm geactiveerd. Verslaggever Chris Klomp, ja, jij was op Schiphol. Hoe groot was die paniek nou eigenlijk aanvankelijk? Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat het wel meeviel. Rond 7:00 kwam dat alarm. Ik ben in de auto gestapt. Best wel veel politie onderweg. Maar op Schiphol was eigenlijk heel weinig te merken. Behalve bij de D-gate. Daar moesten passagiers echt wachten. En dat is een zwaar bewapende marechaussee. Maar op Schiphol zelf was het eigenlijk business as usual. Ja, maar hoe heeft nou zoiets per ongeluk kunnen gebeuren? Ja, er gaan eigenlijk twee verhalen eronder. Het eerste verhaal is dat de piloot aan een stagiair of een medewerker uitlegde hoe de kapingscode werkte. Dus de code 7500, die is per ongeluk verzonden. Het tweede verhaal is dat hij een code kreeg van de luchtverkeersleiding en eigenlijk de verkeerde cijfers intoetste. Hoe dat precies zit, weten we niet. Daar worden ook geen mededelingen over verstrekt op dit moment, dus dat zal onderzoek uit moeten wijzen. Ja, nou was dit een vals alarm, maar wat denk jij, was Schiphol echt goed voorbereid op een noodsituatie als deze? Nou, dat denk ik wel. En dat viel mij ook enorm op hoe ontzettend rustig het was. Er werden ontzettend veel hulpdiensten, ik zou bijna zeggen, ingevlogen. En die werden allemaal bij een hotel neergezet, dus niet voor de ingang van Schiphol. Ja, en dan zie je gewoon dat eigenlijk passagiers op die D-gate na helemaal niets merken hiervan. Maar dat er toch adequaat is opgetreden. De passagiers zijn gewoon uit het vliegtuig gehaald. En veel mensen hebben er heel weinig van gemerkt. Nou, dat is alleen maar goed natuurlijk. Maar wel veel paniek ontstond, dat was natuurlijk op Twitter. Want daar gingen toch wel flink wat cowboyverhalen rond over messen en gijzelingen. En daar ging het flink los. Valt daar nou nog iets aan te doen en al dat nepnieuws wat zich dan zo snel verspreidt? Ja, dat lijkt me heel lastig. Wij houden natuurlijk Twitter ook in de gaten als journalist. Op een gegeven moment zag ik een Spaanse passagier zogenaamd die van alles riep. Ook een Nederlander die zei in het toestel te zitten. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Ik zag wel dat een paar tweets werden verwijderd. Maar je hebt te maken met honderdduizenden Twitteraars die er iets van vinden. En hen wordt geen strobreedte in de weg gelegd. Ja, ik zou altijd zeggen, volg de journalisten van de mainstream media. Want die weten waar ze het over hebben. Ja, dat is de beste tip inderdaad. Dankjewel, Chris. Er is nog altijd geen spoor van degene die gisteren Philip Schol onder vuur namen. De Enschedese advocaat die raakte gisteren bij de liquidatiepoging vlak over de grens in het Duitse Gronau ernstig gewond. Een straat verder. En heute morgen om 8:10 ben ik hier voorbij gefahren. En dat moet wohl ganz kurz darauf passiert zijn. Het weißes auto met holländischen Kennzeichen. Im Laufe dieser Woche hier schon beobachtet heb, weil es sehr langsam, auffällig langsam hier voorbij gefahren is. Und haben Sie gesehen, wer in dem Auto saß oder was passiert? Ja, das waren jüngere Leute und ich hatte für mich noch gedacht, oh mein Gott, die können auch nicht Auto fahren. Das war mein Gedanke. Tja. Gerben Kuijters, dus verslaggever bij Tubantia. Goedemorgen. Hoe gaat het nu met Philip Schol? Nou, de laatste berichten die we hebben gehoord is dat hij is geopereerd. Maar sindsdien is er over zijn gezondheidstoestand niets meer naar buiten gekomen. Oké, weet de recherche al in welke hoek ze moeten gaan zoeken? Nou, Schol heeft zelf aangegeven, althans dat hebben we gehoord van een buurman die hem heeft geholpen, dat hij één schutter of alle tweede jongens die in die auto reden, in die witte waarschijnlijk Volkswagen, dat hij die heeft herkend. Dus als dat allemaal klopt zoals dat tegen ons is verteld, moet het niet moeilijk zijn om die jongens op te pakken.
Ja. Maar je weet het nooit. Hè. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat school daar liggend op de grond heeft gezegd van ik weet wel uit welke hoek het komt of ik weet wel waar je het moet zoeken. Of, dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Nee, dat zal onderzoek dan verder moeten uitwijzen. Het scheen wel zo te zijn dat hij al werd bedreigd omdat hij ook veel als curator optreedt. In dit geval zou het het verhaal gaan om een sportschool die opgedoekt of faillissement aangevraagd zou zijn waarin hij bemiddeld zou hebben. En daar zouden wat boze reacties op gekomen zijn. Weet je daar iets meer van? Jawel, hij bemiddelt in elk geval niet als curator. En als curator maak je ook zelden vrienden. Want de curator die zit in faillissementen vertegenwoordigt die de schuldeisers. En hij was dus curator bij die sportschool in Hengelo, Olympic Gym. En heeft een flinke ruzie gekregen met de eigenaar van die sportschool. Hij heeft die man zelfs laten gijzelen in het huis van bewaring. Omdat die sportschool-eigenaar niet voldoende wilde meewerken aan de afwisseling of de afhandeling van het faillissement. En hij heeft in zijn faillissementsverslag geschreven dat die sportschool werd gebruikt als witwasmiddel voor drugswinsten. Ja, dus hoe nu verder? Nou, in elk geval is duidelijk dat het een helemaal Duitse aangelegenheid is, dat onderzoek. Dat, hoewel het om een Nederlands slachtoffer gaat en waarschijnlijk de daders ook uit Nederland komen. Er was althans een auto met een Nederlands kenteken en hij zegt die verdachte dus te hebben herkend dat het een Duitse rechercheonderzoek doet. De Kripo, zoals ze dat noemen in Duitsland, Kripo Noord-Rijn-Westfalen, gaat een onderzoek doen. En daar wordt het doorgaans niet sneller van, omdat je dan toch met allerlei tegen de beperkingen van de grens aanloopt. Het kan zo zijn bijvoorbeeld dat als de Nederlandse politie iets wil weten, dat het dan met officiële rechtshulpverzoeken naar de Duitsers moet komen. Dus dat kan een wat complicerende factor zijn. Oké, nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor je toelichting, Gerben. Morgen dan publiceert onze krant de Ziekenhuistop 100 met de beste ziekenhuizen van Nederland. Vandaag zijn alvast de twee winnaars bekendgemaakt. Het is het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch en het Rivas Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. Ja, en we hebben Hanneke van Houwelingen hier staan. Jij bent een verslaggever van het Algemeen Dagblad en je hebt meegewerkt aan het opstellen van die lijst. Hoe kom je nou tot een winnaar? Ja, dat is elk jaar weer een hele puzzel. Ja. Daar zijn we maanden mee bezig geweest. Wat we eigenlijk doen is, we verzamelen data van ziekenhuizen. Dat zijn data die ziekenhuizen zelf al moeten aanleveren aan de inspectie. Mm-hmm. Inspectie gezondheidszorg. En daar gaan wij op zoek naar welke criteria wij het zelf het meest interessant vinden. En dat zijn? Nou, je moet denken aan wat zijn de meest veel voorkomende ziektes, welke operaties worden er gedaan, scoren ziekenhuizen goed op medicatiebeleid, dus geven ze de medicatie op het juiste moment, hoe lang liggen zieke mensen in het ziekenhuis, mm-hmm. Is dat niet te lang, worden ze niet te snel ontslagen, zeg maar, hoeveel heringrepen zijn er, hoeveel complicaties zijn er. Dus zo proberen we eigenlijk een goed scala aan criteria op te stellen waar we de ziekenhuizen op toetsen. Waar we dan op letten, want je hebt wel iets van 200 criteria. Dat is flink, hè? Dat is veel. Ja, hoe lang zijn jullie mee bezig geweest om die lijst samen te stellen? Wel een paar maanden. Ja. 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 En dan wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen streekziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen. Waarom is dat? Dat hebben we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gedaan. Omdat we zagen dat er steeds meer verschillen ontstaan in Nederland. De topklinische ziekenhuizen doen veel zware en complexe operaties. Terwijl de algemene streekziekenhuizen, dat zegt het al een beetje, de algemenere behandelingen doen. Ja. Dus voor je knieën en je heupoperatie of voor het knippen van de neusomhandelen, daarvoor ga je naar je ziekenhuis om de hoek. Mm-hmm. Maar voor een complexe kankeroperatie ga je bijvoorbeeld naar een topklinisch ziekenhuis zoals het Jeroen Bos. Ja, precies. Oké. Nou ja, we zijn al eventjes langs geweest bij het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Ja, ze zijn natuurlijk nummer 1 in de categorie topklinische ziekenhuizen. We hebben vast nog niet bedacht wie ik deze plaquette mag overhandigen. Dus dat ga ik zelf en ik ga maar jou mee. Nou, ze zijn er in ieder geval blij mee. Ja. Maar wat betekent het nou echt voor een ziekenhuis? Nou ja, die vraag krijg ik natuurlijk wel vaker. Hè? Ja. Van hoe serieus moeten we de ranglijst nu echt nog nemen? Serieus, denk ik. Want het is eigenlijk niet
te vergelijken met met de andere lijstjes die we in de krant hebben gehad, zoals de oliebol en de haringtest. Ja, want daar staat het AD wel natuurlijk een beetje bekend om, dat wij graag lijstjes brengen en dat ook wel business kan maken of breken. Gaat dat met ziekenhuizen straks ook zo op, denk je? Nou, dat denk ik niet. Het is wel belangrijk dat we het doen. Kijk, even vooropgesteld, de ziekenhuis top 100 is geen smaaktest. Nee. Dus ziekenhuizen leveren zelf de data aan die ze toch al moeten aanleveren aan de inspectie. Dus we bezorgen ze geen extra administratie. En ik denk dat het goed is dat ook al die data in de openbaarheid komt, omdat je dan als patiënt ook kan zien dat er iets te kiezen valt, zeg maar. Maar ja, hoe serieus moet je het dus nemen? Ja, ik denk best wel serieus, want het gaat echt wel om wezenlijke dingen. Van welk ziekenhuis zijn de kankeroperaties beter? Welk ziekenhuis loop je het minste risico op complicaties? Dus ja, dat zegt wel iets. Maar zitten er dan minuscule verschillen tussen nummer 1 en de laatste in de lijst? Kijk, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de Nederlandse gezondheidszorg best wel goed is. Ja. Dus ook als je onderaan de lijst staat, hoef je daar als patiënt niet gelijk weg te rennen. Het is alleen goed als je een complexere operatie hebt of je wil een second opinion aanvragen. Ja. Dan is het goed om eens te kijken van oké, hoe vaak, hoe goed scoort een ziekenhuis. Juist. Ja, oké, snap ik. Nou, we gaan even naar verslaggever Peter Boender, want die is bij het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. De nummer 1 in de categorie streekziekenhuizen. Ja, Peter, zijn het daar ook allemaal blije medewerkers? Ja, enorm blij. Toen ik hier binnen liep via de deur, zag ik een enorme boog met ballonnen. En ze zijn ook trots natuurlijk. Want moet je je voorstellen dat ze de afgelopen 5 jaar al in de top 2 zijn beland. En 3 keer daarvan hebben ze gewonnen. Ja, dan doe je toch wel iets goeds als ziekenhuis. Marjolein Oosterhof, wat doen jullie dan zo? Dat jullie uitblinken hierin? Ja, wij zijn denk ik een klein en betrokken ziekenhuis. En kennen onze mensen, kennen onze werknemers. Staan ook voor kwaliteit. Vinden het ook belangrijk dat mensen graag in het ziekenhuis komen, want in het ziekenhuis kom je niet graag. En wij toetsen onze eigen kwaliteit ook met enige regelmaat. Recent zijn wij nog weer geaccrediteerd door een internationaal accreditatiesysteem, waar wij ons ook echt heel veel voor inzetten. Ja, en merk je dat dan ook bij de patiënten, dat die waardering aan beide kanten er is? Ja, dat merk ik zeker. Er zijn mensen die toch, wat ik al zei, als je in een ziekenhuis moet komen, dat is niet fijn, maar het is toch prettig als je dan in een ziekenhuis komt waar mensen zich zorgen maken over jouw ziek zijn. Waar ze zich zorgen maken over de kwaliteit die ze leveren. Dat wat ze doen, dat ze dat gewoon super goed doen. Ja. Kees Heijblom, voor de zoveelste keer winnen is natuurlijk leuk en in die top 100 staan bovenaan. Hebben jullie daar ook nog wat aan? Nou, we zijn er ten eerste gewoon heel erg trots op. En het is toch een opsteker voor alle mensen die er hard aan gewerkt hebben. Ik bedoel, het gaat niet over de eerste prijs. Maar als je die hebt, omdat je zo je best doet en daar de waardering voor krijgt, is dat geweldig. En heb je daar wat aan? Ik denk dat inderdaad van betekenis is. Ik bedoel, mensen in de regio die kijken daar ook echt naar. Maar ik denk ook dat verzekeraars daarnaar kijken. Ja, nu zijn er wel wat kritische punten. Of de punten waar jullie, het onderdeel waar jullie punten op laten liggen, zijn de darmoperaties waar complicaties voorkomen. Ja, is dat iets dat jullie het komende jaar willen gaan verbeteren? Nou, ten eerste, als je het beste ziekenhuis bent, of in ieder geval de score wordt genoemd het beste ziekenhuis, moet je ook beseffen dat je niet alles goed doet. Er zijn best dingen die je nog steeds kunt verbeteren. Alhoewel, dit gaat over hele kleine getallen. Kijken wij heel serieus naar dit soort, toch wel afwijkingen. En als anderen het beter doen, dan moeten we daarvan kunnen leren. En in een netwerk proberen we ook deze dingen op te pakken. Behalve dat we intern kijken of dat beter kan. Of we dan van elkaar kunnen leren om het inderdaad nog beter te krijgen. Want ja, je wil in dat opzicht gewoon ook voor alle patiënten het beste bieden. Ja, want Marjolein, je bent arts op een heel andere afdeling natuurlijk, kinderarts. Wat zou jij als je rondkijkt en rondloopt in het ziekenhuis zelf willen verbeteren? Ja, wij kijken eigenlijk als bestuur in dit geval met z'n allen, met de staf, met alle medisch specialisten, met alle werknemers ook wel, naar kleinere dingen en soms ook naar wat grotere dingen. Kees vertelt net over het netwerk. We zijn zoekende naar andere algemene ziekenhuizen om met elkaar naar je gezamenlijke complicaties te kijken en elkaar daar ook in aan te spreken. Een van de dingen die wij ook belangrijk vinden in het ziekenhuis is dat je elkaar ook durft aan te spreken. Dus ook binnen het ziekenhuis, als je ziet dat dingen niet gaan zoals
ja, we dat met elkaar hebben afgesproken of zoals de richtlijnen dat voorschrijven, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek en dat wil ik ook zeker blijven doen. Ja, nou, beide gefeliciteerd met de nummer 1 positie. Dat wordt vanmiddag ook gevierd. Er is taart. Er worden natuurlijk kranten uitgedeeld, want iedereen mag het weten. Het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem staat op 1. Zo is dat. Hey, want nou komen die mensen, of hè, die ziekenhuizen komen natuurlijk in de lijst. Merk jij dat ze er alerter van worden, dat ze er iets mee willen doen met de punten waar ze dan wat minder in zijn? Ja, ik heb al heel wat telefoontjes gehad in de weken voorafgaand aan de ranglijst. Van, kun je een tipje van de sluier oplichten? Waar staan we? Ja. De ziekenhuizen zijn ook wel echt zenuwachtig van waar zitten we dit jaar in de top 100. Want het heeft natuurlijk, hoe je het went of keert, het heeft impact. Zeker, ja. En het is ook echt wel een aansporing voor ziekenhuizen om iets te verbeteren. Een van de criteria die we in het verleden meenamen is doorligwonden. 10% van de patiënten die had daar last van. Mm-hmm. Zeg ik dat goed? Ja, in elk geval, dat was echt een probleem in de ziekenhuizen. We zien nu, we dat een paar jaar in de ziekenhuis top 100 hebben gehad, dat ziekenhuizen die zorg zo hebben verbeterd, dat eigenlijk nauwelijks nog voorkomt. Nou, het is van 10% naar 1% gegaan. Dat willen we natuurlijk graag. Nou, hopen voor de mensen dat de CAO ook nog een beetje gaat meewerken. Ja. Dan is iedereen gelukkig. Ja. Goed, dankjewel Hanneke. Ja, de ziekenhuis die top 100 die wordt morgen uitgebracht in een speciale uitgave bij onze krant. En dan hebben we tot slot nog het weer, want het wordt zo'n echte herfstdag. Eentje om binnen te blijven. Er is veel bewolking, regenbuien en ook nog aardig wat wind. De temperatuur wordt maximaal 10 graden, dus... Nou, ik hoop dat je lekker met je dekentje op de bank kunt gaan liggen. En tot die tijd kun je kijken. Tot 9:30 naar de ochtendshow To Go. Een hele goede morgen en welkom bij de ochtendshow To Go. Ja, het was foutje bedankt. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa die heeft excuses aangeboden voor het veroorzaken van grote paniek gisteravond op Schiphol. De piloot die had per ongeluk het kapingsalarm geactiveerd. Verslaggever Chris Klomp, ja, jij was op Schiphol. Hoe groot was die paniek nou eigenlijk aanvankelijk? Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat het wel meeviel. Rond 7:00 kwam dat alarm. Ik ben in de auto gestapt. Best wel veel politie onderweg. Maar op Schiphol was eigenlijk heel weinig te merken. Behalve bij de D-gate. Daar moesten passagiers echt wachten. En dat is een zwaar bewapende marechaussee. Maar op Schiphol zelf was het eigenlijk business as usual. Ja, maar hoe heeft nou zoiets per ongeluk kunnen gebeuren? Ja, er gaan eigenlijk twee verhalen eronder. Het eerste verhaal is dat de piloot aan een stagiair of een medewerker uitlegde hoe de kapingscode werkte. Dus de code 7500, die is per ongeluk verzonden. Het tweede verhaal is dat hij een code kreeg van de luchtverkeersleiding en eigenlijk de verkeerde cijfers intoetste. Hoe dat precies zit, weten we niet. Daar worden ook geen mededelingen over verstrekt op dit moment. Dus dat zal onderzoek uit moeten wijzen. Ja, nou was dit een vals alarm, maar wat denk jij, was Schiphol echt goed voorbereid op een noodsituatie als deze? Nou, dat denk ik wel. En dat viel mij ook enorm op hoe ontzettend rustig het was. Er werden ontzettend veel hulpdiensten, ik zou bijna zeggen, ingevlogen. En die werden allemaal bij een hotel neergezet, dus niet voor de ingang van Schiphol. Ja, en dan zie je gewoon dat eigenlijk passagiers op die D-gate na helemaal niets merken hiervan, maar dat er toch adequaat is opgetreden. De passagiers zijn gewoon uit het vliegtuig gehaald en veel mensen hebben er heel weinig van gemerkt. Nou, dat is alleen maar goed natuurlijk. Maar wel veel paniek ontstond, dat was natuurlijk op Twitter, want daar gingen toch wel flink wat cowboyverhalen rond over messen en gijzelingen. En daar ging het flink los. Valt daar nou nog iets aan te doen en al dat nepnieuws wat zich dan zo snel verspreidt? Ja, dat lijkt me heel lastig. Wij houden natuurlijk Twitter ook in de gaten als journalist. Op een gegeven moment zag ik een Spaanse passagier zogenaamd die van alles riep. Ook een Nederlander die zei in het toestel te zitten. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Ik zag wel dat een paar tweets werden verwijderd. Maar je hebt te maken met honderdduizenden twitteraars die er iets van vinden. En ja, hen wordt geen strobreedte in de weg gelegd. Ja, ik zou altijd zeggen, volg de journalisten van de mainstream media. Want die weten waar ze het over hebben. Ja, dat is de beste tip inderdaad. Dankjewel, Chris. Er is nog altijd geen spoor van degene die gisteren Philip Schol onder vuur namen. De Enschedese advocaat die raakte gisteren bij de liquidatiepoging vlak over de grens in het Duitse Gronau ernstig gewond. Een straat verder
Und heute Morgen um 7:50 bin ich hier vorbeigefahren. Und das muss wohl ganz kurz darauf muss es passiert sein. Das weißes Auto mit holländischen Kennzeichen im Laufe dieser Woche hier schon beobachtet habe, weil es sehr langsam, auffällig langsam hier vorbeigefahren ist. Und da haben Sie gesehen, wer in dem Auto saß oder was passiert? Ja, das waren jüngere Leute und ich hatte für mich noch gedacht, oh mein Gott, die können auch nicht Auto fahren. Das war mein Gedanke. Tja. Gerben Kuitert is verslaggever bij Tubantia. Goedemorgen. Hoe gaat het nu met Philippe Schol? Nou, de laatste berichten die we hebben gehoord is dat hij is geopereerd. Maar sindsdien is er over zijn gezondheidstoestand niets meer naar buiten gekomen. Oké. Okay. Weet de recherche al in welke hoek ze moeten gaan zoeken? Nou, Schol heeft zelf aangegeven, althans dat hebben we gehoord van een buurman die hem heeft geholpen. Dat hij één schutter of alle tweede jongens die in die auto reden, in die witte waarschijnlijk Volkswagen, dat hij die heeft herkend. Dus als dat allemaal klopt zoals dat tegen ons is verteld, moet het niet moeilijk zijn om die jongens op te pakken. Ja. Maar je weet het nooit, hè. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat Schol daar liggend op de grond heeft gezegd van ik weet wel uit welke hoek het komt of ik weet wel waar je het moet zoeken of... Dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Nee, dat zal onderzoek dan verder moeten uitwijzen. Het scheen wel zo te zijn dat hij al werd bedreigd, omdat hij ook veel als curator optreedt. In dit geval zou het het verhaal gaan om een sportschool die opgedoekt of faillissement aangevraagd zou zijn, waarin hij bemiddeld zou hebben. En daar zouden wat boze reacties op gekomen zijn. Weet je daar iets meer van? Jawel, hij bemiddelt in elk geval niet als curator. En als curator maak je ook zelden vrienden. Want de curator die zit in faillissementen vertegenwoordigt die de schuldeisers. En hij was dus curator bij die sportschool in Hengelo, Olympic Gym. En heeft een flinke ruzie gekregen met de eigenaar van die sportschool. Hij heeft die man zelfs laten gijzelen in het huis van bewaring. Omdat die sportschool-eigenaar niet voldoende wilde meewerken aan de afwisseling of de afhandeling van het faillissement. En hij heeft in zijn faillissementverslag geschreven dat die sportschool werd gebruikt als witwasmiddel voor drugswinsten. Ja, dus hoe nu verder? Nou, in elk geval is duidelijk dat het een helemaal Duitse aangelegenheid is, dat onderzoek. Dat, hoewel het om een Nederlands slachtoffer gaat en waarschijnlijk de daders ook uit Nederland komen, er was althans een auto met een Nederlands kenteken en hij zegt die verdachte dus te hebben herkend, dat het een Duitse rechercheonderzoek doet. De Kripo, zoals ze dat noemen in Duitsland, Kripo Noord-Rijn-Westfalen, gaat het onderzoek doen. En daar wordt het doorgaans niet sneller van, omdat je dan toch met allerlei tegen de beperkingen van de grens aanloopt. Het kan zo zijn bijvoorbeeld dat als de Nederlandse politie iets wil weten, dat het dan met officiële rechtshulpverzoeken naar de Duitsers moet komen. Dus dat kan een wat complicerende factor zijn. Oké, okay, nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor je toelichting, Gerben. Morgen dan publiceert onze krant de Ziekenhuistop 100 met de beste ziekenhuizen van Nederland. Vandaag zijn alvast de twee winnaars bekendgemaakt. Het is het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch en het Rivas Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. Ja, en we hebben Hanneke van Houwelingen hier staan. Jij bent een verslaggever van het Algemeen Dagblad en je hebt meegewerkt aan het opstellen van die lijst. Hoe kom je nou tot een winnaar? Ja, dat is elk jaar weer een hele puzzel. Ja. Daar zijn we maanden mee bezig geweest. Wat we eigenlijk doen is, we verzamelen data van ziekenhuizen. Dat zijn data die ziekenhuizen al zelf al moeten aanleveren aan de inspectie. Mm-hmm. Inspectie gezondheidszorg. En daar gaan wij op zoek naar welke criteria wij het zelf het meest interessant vinden. En dat zijn? Nou, je moet denken aan wat zijn de meest veel voorkomende ziektes, welke operaties worden er gedaan, scoren ziekenhuizen goed op medicatiebeleid, dus geven ze de medicatie op het juiste moment, hoe lang liggen zieke mensen in het ziekenhuis, mm-hmm. Is dat niet te lang, worden ze niet te snel ontslagen, zeg maar, hoeveel heringrepen zijn er, hoeveel complicaties zijn er. Dus zo proberen we eigenlijk een goed scala aan criteria op te stellen waar we de ziekenhuizen op toetsen. Waar we dan op letten, want je hebt wel iets van 200 criteria. Dat is flink, hè? Dat is veel, ja. Hoe lang zijn jullie mee bezig geweest om die lijst samen te stellen? Wel een paar maanden. Ja. En dan wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen streekziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen. Waarom is dat?
Dat hebben we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gedaan. Omdat we zagen dat er steeds meer verschillen ontstaan in Nederland. De topklinische ziekenhuizen doen veel zware en complexe operaties. Terwijl de algemene streekziekenhuizen, nou ja, dat zegt het al een beetje, de algemenere behandelingen doen. Ja. Dus voor je knieën en je heupoperatie of voor het knippen van de neusomandelen, daarvoor ga je naar je ziekenhuis om de hoek. Mm-hmm. Maar voor een complexe kankeroperatie ga je bijvoorbeeld naar een topklinisch ziekenhuis zoals het Jeroen Bos. Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja, we zijn al eventjes langs geweest bij het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Ja, ze zijn natuurlijk nummer 1 in de categorie topklinische ziekenhuizen. We hebben vast nog niet bedacht wie ik deze plaketten mag overhandigen. Dus dat ga ik zelf en ik ga maar jou mee. Nou, ze zijn er in ieder geval blij mee. Ja. Maar wat betekent het nou echt voor een ziekenhuis? Nou ja, die vraag krijg ik wel vaker. Hè? Ja. Van hoe serieus moeten we de ranglijst nu echt nog nemen? Serieus, denk ik. Want het is eigenlijk niet te vergelijken met met de andere lijst die we in de krant hebben gehad. Zoals de oliebollen en de haringtest. Nou, want daar staat het AD wel natuurlijk een beetje bekend om. Dat wij graag lijstjes brengen. Ja, en dat ook wel business kan maken of breken. Gaat dat met ziekenhuizen straks ook zo op, denk je? Nou, dat denk ik niet. Het is wel belangrijk dat we het doen. Kijk, even vooropgesteld, de ziekenhuis top 100 is geen smaaktest. Nee. Dus ziekenhuizen leveren zelf de data aan die ze toch al moeten aanleveren aan de inspectie. Dus we bezorgen ze geen extra administratie. En ik denk dat het goed is dat ook al die data in de openbaarheid komt, omdat je dan als patiënt ook kan zien dat er iets te kiezen valt, zeg maar. Maar ja, hoe serieus moet je het dus nemen? Ja, ik denk best wel serieus, want het gaat echt wel om wezenlijke dingen. Van welk ziekenhuis zijn de kankeroperaties beter? Welk ziekenhuis loop je het minste risico op complicaties? Dus ja, dat zegt wel iets. Maar zitten er dan minuscule verschillen tussen nummer 1 en de laatste in de lijst? Kijk, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de Nederlandse gezondheidszorg best wel goed is. Ja. Dus ook als je onderaan de lijst staat, hoef je daar als patiënt niet gelijk weg te rennen. Het is alleen goed als je een complexere operatie hebt of je wil een second opinion aanvragen. Ja. Dan is het goed om eens te kijken van oké, hoe vaak, hoe goed scoort een ziekenhuis. Juist. Ja, ja. Oké, snap ik. Nou, we gaan even naar verslaggever Peter Boender, want die is bij het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorkum. De nummer 1 in de categorie streekziekenhuizen. Ja, Peter, zijn het daar ook allemaal blije medewerkers? Ja, enorm blij. Toen ik hier binnen liep via de deur, zag ik een enorme boog met ballonnen. En ze zijn ook trots natuurlijk. Want moet je je voorstellen dat ze de afgelopen 5 jaar al in de top 2 zijn beland. En 3 keer daarvan hebben ze gewonnen. Ja, dan doe je toch wel iets goed als ziekenhuis. Marjolein Oosterhof, wat doen jullie dan zo dat jullie uitblinken hierin? Ja, wij zijn denk ik een klein en betrokken ziekenhuis. En kennen onze mensen, kennen onze werknemers. Staan ook voor kwaliteit. Vinden het ook belangrijk dat mensen graag in het ziekenhuis komen, want in het ziekenhuis kom je niet graag. En wij toetsen onze eigen kwaliteit ook met enige regelmaat. Recent zijn wij nog weer geaccrediteerd door een internationaal accreditatiesysteem, waar wij ons ook echt heel veel voor inzetten. Ja, en merk je dat dan ook bij de patiënten, dat die waardering aan beide kanten er is? Ja, dat merk ik zeker. Er zijn mensen die toch, wat ik al zei, als je in een ziekenhuis moet komen, dat is niet fijn. Maar het is toch prettig als je dan in een ziekenhuis komt waar mensen zich zorgen maken over jouw ziek zijn. Waar ze zich zorgen maken over de kwaliteit die ze leveren. Dat wat ze doen, dat ze dat gewoon super goed doen. Ja. Kees Heijblom, voor de zoveelste keer winnen is natuurlijk leuk. En in die top 100 staan bovenaan. Hebben jullie daar ook nog wat aan? Nou, we zijn er ten eerste gewoon heel erg trots op. En het is toch een opsteker voor alle mensen die er hard aan gewerkt hebben. Ik bedoel, het gaat niet over de eerste prijs. Maar als je die hebt, omdat je zo je best doet en daar de waardering voor krijgt, is dat geweldig. En heb je daar wat aan? Ik denk dat het inderdaad van betekenis is. Ik bedoel, mensen in de regio die kijken daar ook echt naar. Maar ik denk ook dat verzekeraars daarnaar kijken. Ja, nu zijn er wel wat kritische punten. Of de punten waar jullie, het onderdeel waar jullie punten op laten liggen, zijn de darmoperaties waar complicaties voor komen. Ja, is dat iets dat jullie het komende jaar willen gaan verbeteren? Nou, ten eerste, als je het beste ziekenhuis bent, of in ieder geval de score wordt genoemd het beste ziekenhuis, moet je ook beseffen dat je niet alles goed doet.
er zijn best dingen die je nog steeds kunt verbeteren. Alhoewel, dit gaat over hele kleine getallen. Kijken wij heel serieus naar dit soort, ja, toch wel afwijkingen. En als anderen het beter doen, dan moeten we daarvan kunnen leren. En in een netwerk proberen we ook deze dingen op te pakken. Behalve dat we intern kijken of dat beter kan. Of we dan van elkaar kunnen leren om het inderdaad nog beter te krijgen. Want ja, je wil in dat opzicht gewoon ook voor alle patiënten het beste bieden. Ja, want Marjolein, je bent arts op een heel andere afdeling natuurlijk, kinderarts. Wat zou jij, als je rondkijkt en rondloopt in het ziekenhuis, zelf willen verbeteren? Ja, wij kijken eigenlijk als bestuur in dit geval met z'n allen, met de staf, met alle medisch specialisten, met alle werknemers ook wel, naar kleinere dingen en soms ook naar wat grotere dingen. Kees vertelt net over het netwerk. We zijn zoekende naar andere algemene ziekenhuizen om met elkaar naar je gezamenlijke complicaties te kijken en elkaar daar ook in aan te spreken. Een van de dingen die wij ook belangrijk vinden in het ziekenhuis is dat je elkaar ook durft aan te spreken. Dus ook binnen het ziekenhuis, als je ziet dat dingen niet gaan zoals, ja, we dat met elkaar hebben afgesproken of zoals de richtlijnen dat voorschrijven, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek. En dat wil ik ook zeker blijven doen. Ja, nou, beide gefeliciteerd met de nummer 1 positie. Dat wordt vanmiddag ook gevierd. Er is taart. Er worden natuurlijk kranten uitgedeeld, want iedereen mag het weten. Het Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem staat op 1. Zo is dat. Hey, want nou komen die mensen, of die ziekenhuizen komen natuurlijk in de lijst. Merk jij dat ze er alerter van worden, dat ze er iets mee willen doen met de punten waar ze dan wat minder in zijn? Ja, ik heb al heel wat telefoontjes gehad in de weken voorafgaand aan de ranglijst. Van, kun je een tipje van de sluier oplichten? Waar staan we? Ja. De ziekenhuizen zijn ook wel echt zenuwachtig van waar zitten we dit jaar in de top 100. Want het heeft natuurlijk, hoe je het went of keert, het heeft impact. Zeker, ja. En het is ook echt wel een aansporing voor ziekenhuizen om iets te verbeteren. Een van de criteria die we in het verleden meenamen is doorligwonden. 10% van de patiënten die had daar last van. Of, mm-hmm. Zeg ik dat goed? Ja, in elk geval, dat was echt een probleem in de ziekenhuizen. We zien nu, we dat een paar jaar in de ziekenhuis top 100 hebben gehad, dat ziekenhuizen die zorg zo hebben verbeterd, dat eigenlijk nauwelijks nog voorkomt. Nou, het is van 10% naar 1% gegaan. Dat willen we natuurlijk graag. Nou, hopen voor de mensen dat de CAO ook nog een beetje gaat meewerken. Ja. Dan is iedereen gelukkig. Ja. Goed, dankjewel Hanneke. Ja, de ziekenhuis die top 100 die wordt morgen uitgebracht in een speciale uitgave bij onze krant. En dan hebben we tot slot nog het weer, want het wordt zo'n echte herfstdag. Eentje om binnen te blijven. Er is veel bewolking, regenbuien en ook nog aardig wat wind. De temperatuur wordt maximaal 10 graden, dus nou, ik hoop dat je lekker met je dekentje op de bank kunt gaan liggen. En tot die tijd kun je kijken. Tot 9:30 naar... Een hele goede morgen en welkom bij de ochtendshow to go. Ja, steeds meer boswachters die hebben te maken met fysiek en verbaal geweld. Dat blijkt uit onderzoek van Natuurmonumenten. Inge de Bruin van Natuurmonumenten, wat zijn nou de opvallendste uitkomsten van jullie onderzoek? Nou, de opvallendste uitkomsten, dat is eigenlijk dat het met de veiligheid in het buitengebied echt achteruit rolt. Dus er zijn steeds meer incidenten. Onze boswachters voelen zich steeds minder veilig bij het uitvoeren van hun werk. Ze hebben ook steeds meer behoefte aan middelen, hè, om die veiligheid toch te kunnen garanderen. En ook de samenwerking van met de politie die laat regelmatig te wensen over. Ja, nou ja, kun je wat concrete voorbeelden noemen met wat voor geweldsincidenten boswachters dan precies te maken krijgen? Nou ja, dat varieert, hè. Dus soms is het alleen maar uitschelden, beledigen, bedreigen. Mm-hmm. Maar soms zijn het ook echt geweldsincidenten, dus mensen die echt fysiek gewoon agressief worden. Ze krijgen ook te maken met steeds zwaardere vormen van criminaliteit. Hè? Dus echte drugscriminaliteit, allerlei milieudelicten zoals stroperij, drugsdumpingen. Dat zijn wel bekende voorbeelden, zeg maar. Juist. Maar als we dit onderzoek, kunnen we dat ergens tegenaf zetten ten opzichte van zoveel jaar eerder? Of dat we weten in hoeverre het is toegenomen?
Nou, dat is lastig. Wat we wel zien is, de politie heeft zich gewoon, en dat is echt een trend die al een heel aantal jaar is ingezet, teruggetrokken uit het buitengebied. Je komt in afgelegen gebieden echt geen politieagent meer tegen. En die taak hebben onze BOA's overgenomen. Uh-huh. Maar goed, dat valt natuurlijk op, hè. Als de politie in afgelegen gebieden niet meer komt, dan wordt dat een aantrekkelijker gebied voor allerlei criminele activiteiten. En dat is wat ons mensen nu signaleren. En dat zij in toenemende mate daarmee te maken krijgen. Absoluut. Nou, wil je natuurlijk met dit onderzoek ook een oproep doen aan politie en politiek? Wat wil je precies van hen? Nou, op de korte termijn vinden wij dat er echt geld en ondersteuning bij moet. Dus wij vragen om 4 miljoen structureel per jaar, waarmee wij in ieder geval de opleiding en de middelen van onze groene BOA's kunnen betalen. Maar op langere termijn, iets langere termijn, moeten we echt kijken naar uitbreiding van de capaciteit. Want met het huidige aantal BOA's gaan we dat buitengebied gewoon niet veilig genoeg houden. Dus er moeten mensen bij en dat gaat geld kosten. Absoluut. Nou, Inge de Bruin, dank je wel voor je toelichting. Ja, we hebben een boswachter in de studio. Jerry Meijs, je bent boswachter in Zeeland, in West-Brabant en ook nog in de Zuid-Hollandse eilanden. Ja, klopt. Jij hebt natuurlijk ook het onderzoek gelezen en daarvan gehoord. Wat, ja. Wat is jouw eerste reactie erop? Nou ja, ik herken het wel, ja. Ja. Ik herken het. Dus je zit in je eentje op hele grote oppervlaktes natuurgebied. Vaak lastig toegankelijk. Je ziet dat de backup van de politie dan dus heel lastig wordt. En als je daar altijd alleen rondloopt, ja, dan kan dat wel eens spannend worden, ja. Voel je je onveilig tegenwoordig? Op sommige momenten voel ik me wel onveilig. En ik ben dan nog een van de gelukkigen die volledig uitgerust is. Maar, wat wil zeggen? Ik ben volledig bewapend. Dus tot en met vuurwapen. Ik heb ook een portofoon. Okay. En dat is echt wel luxe. Ja. Maar dat neemt niet weg dat op het moment dat je naar iemand toestapt die twee koppen groter is dan jij en twee keer zo breed, ja, dat natuurlijk toch wel spannend wordt. Dat is logisch. Heb jij het onlangs nog meegemaakt? Een echt geweldsincident onlangs niet. Niet recent in ieder geval. Maar wel dat mensen wel echt helemaal uit hun dak gaan. Wat is nou het meest voorkomende? Want jouw taak is natuurlijk over het algemeen de handhaving en bescherming van het natuurgebied. Ja. Als jij in conflict komt met mensen, wat gebeurt daar dan? Nou, dat varieert van mensen die gewoon boos worden omdat ze een bekeuring krijgen. Hè? En laat ik benadrukken dat boos worden is niks mis mee. Nee. Tot het moment dat het over de schreef gaat. En dat ze echt onbeschoft gaan worden en gaan schelden en gaan tieren en gaan bedreigen. Ja, dan ga je natuurlijk wel een grens over. Ja. En als je daar dan in je eentje staat en je weet dat je lang op backup moet wachten. Ja, dan is het wel handig als je voor jezelf kan zorgen. Ja. En het gros van mijn collega's, ja, is gewoon niet bewapend. En waar ligt dat aan dan, dat zij dat niet zijn? Nou, dat heeft ermee te maken dat de werkgever daarover mag beslissen, hè? Of ze wel of niet willen gaan bewapenen. En op het moment dat ze de keuze maken om dat wel te doen, dan heeft de politie daar nog wat van te vinden. Mm-hmm. En daarna heeft justitie daar nog wat van te vinden. En dat zijn natuurlijk allemaal stapjes. Ja, die voordat dat, ook dat weer doorgevoerd is, ben je sowieso al een eindje verder natuurlijk. Ja, dat sowieso. Maar het zijn ook allemaal stapjes die dat ook weer terug kunnen draaien. Zeg. Ja. Dus jouw werkgever kan van alles willen. Maar als justitie dan zegt, nou, het gaat niet gebeuren. Ja, dan houdt het dus gewoon ook op. Ja. Maar jij zegt, ik heb het niet recent meegemaakt, maar je hebt het dus wel eens meegemaakt dat je fysiek bent aangevallen. Ja. Wat gebeurde daar toen? Nou, toen sprak ik twee kerels aan met loslopende honden. En die waren daar absoluut niet van gediend. En die wilden ook nergens aan mee weg. Want dat mocht niet? Nee. Ze liepen met een aantal loslopende honden ook nog eens buiten de paden. En die honden waren ook echt aan struinen. Dus het was absoluut bekeuringswaardig. Maar ja, zij vonden dat duidelijk van niet. En die springen er dan ineens bovenop. Op jou? Ja. En wat doe je dan? Ja, dan ga je jezelf verdedigen natuurlijk. En ik had gelukkig geweldsmiddelen, dus ik kon op een gegeven moment loskomen. Ik heb toen mijn pepperspray getrokken, waardoor ze ook afgedropen zijn. Ze zijn op de vlucht geslagen. Op dat moment kon ik pas de meldkamer bellen. Dus dat heb ik ook gedaan. Assistentie opgeroepen. Ik ben natuurlijk achter de verdachte aangegaan. Mm-hmm. Met behulp van mijn pepperspray heb ik een van de verdachten nog weten aan te houden. Okay. De andere is later door de politie nog aangehouden. Maar op het moment dat ik die kerel aangehouden had, heb ik dus nog 20 minuten staan wachten voordat de politie er was. Ja.
Dat is best alleen dan, hè? Ja. En dat zijn dan lange 20 minuten, kan ik me voorstellen. Dat zijn lange minuten. En de totale tijd was 50 minuten. Dan vervolgens laden we die verdachte in de politiebus. Dan moest ik met een andere politieauto terug naar mijn auto. Met mijn auto weer terug naar de politieauto om de politieauto uit het zand te trekken. Ja. Want die zijn niet gemaakt om in een natuurgebied te rondrijden. Dan krijg je een hele hoop problemen erbij. Dan wordt het bijna een slapstick. Ja. Ja, en dat zijn wel dingen waar we tegenaan lopen. Ja, maar maakt het je dan extra bang de volgende keer dat je er weer instapt? Nee. Het maakt me niet extra bang. Maar je merkt wel dat je... En dat is ook wel goed natuurlijk, hè, dat je heel goed anticipeert van wat ga ik nu doen? En ja. Wil ik dit wel? En moet ik hier wel alleen op af? Juist. Dan ga ik een melding maken en laat ik ze oproepen. Want dat kan natuurlijk ook. Dat je niet tegen mensen staande houdt, maar dat je de politie gaat bellen. En ja, doen het samen. Ja, en ik kies ook wel eens voor om dat maar niet te bekeuren. Nee, want het is natuurlijk nog steeds het mooiste vak van de wereld, lijkt me. Want dat absoluut zou je niet doen. Ja. Als jij nou iets zou mogen veranderen aan deze hele situatie, naar aanleiding van het rapport ook, wat zou jij dan willen dat er verandert? Voor mij persoonlijk zou ik zeggen, de capaciteit moet echt omhoog. Dat je in je eentje op 4000 hectare zit, ja, dat kan gewoon dat niet meer. Dat kan niet meer, nee. Misschien moet je jezelf afvragen of je nog wel alleen op pad moet. Hoe groot jouw gebied ook is. Het zou eigenlijk een duo-baan moeten zijn, hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Ja, dan moet gewoon structureel goed. Moet er gewoon meer geld voor toezicht komen. Er moet meer capaciteit bij de politie komen. Dat ook, want ook die mannen hebben ook gewoon rock bottom gehaald. Ja, zeker. Ja, er zit weer een staking aan te komen. Ik voel hem al weer aankomen. Ja, maar ik heb begrepen dat Malieveld tot 2023 volgt. Ja, die is volgeboekt inderdaad. Maar goed, dankjewel in ieder geval voor je toelichting. Graag gedaan. En heel veel sterkte in je job. Ja, dankjewel. De gemeente Apeldoorn die staat vanmiddag voor de rechter, omdat er alleen roetveegpieten te zien zullen zijn tijdens de landelijke Sinterklaasintocht volgende week zaterdag. Johannes Rutgers is verslaggever van de Stentor. Ja, jij bent straks bij die rechtszaak, Rutger. Waarom is er precies bezwaar gemaakt, Johannes? Nou, omdat het dit jaar voor het eerst is dat er alleen roetveegpieten meelopen. De NTA, de omroeporganisatie die elk jaar de intocht organiseert en uitzendt, die heeft de afgelopen jaren geleidelijk afscheid genomen van de traditionele Zwarte Piet, zou je kunnen zeggen. Uh-huh. En in september kondigden ze aan, samen met de gemeente Apeldoorn, dat er dit jaar helemaal niemand meer volledig bruin of zwart geschminkt zal zijn. Nou, en de bezwaarmaker die dus naar de rechter is gestapt, die is daar duidelijk niet mee eens. En die eist dat in feite dat heel de intocht niet doorgaat, omdat het de enige middel is dat hij heeft juridisch. Maar zijn basisgedachte is natuurlijk dat er wel bruine of zwarte pieten mee zouden moeten kunnen lopen. Ja, dus we hebben eigenlijk een demonstratie nu aan de andere kant van het verhaal. Wie is nou precies die eisende partij? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten wij ook nog niet precies. We hebben het natuurlijk wel geprobeerd te achterhalen, maar dat is niet bekendgemaakt. We weten wel dat sinds bekend werd dat er alleen roetveegpieten meelopen, dat er een heleboel mensen zijn geweest en ook organisaties die hebben geroepen dat ze er tegen in verzet zullen komen. Nou, dat heeft tot nu toe een paar kleine protesten opgeleverd. En dan moet je denken aan een spandoek aan een stadhuis in Apeldoorn. Maar er is nog niemand echt de straat op gegaan of iets dergelijks. Er is ook een flyer verspreid huis in huis in Apeldoorn om mensen op te roepen om te tekenen tegen of voor Zwarte Piet. En het heeft een kleine 9000 handtekeningen opgeleverd. Maar ja, het blijft afwachten tot welke protesten dit echt gaat leiden. Ja, dus echt een grote achterban lijkt er nog niet ontstaan te zijn. Hoe denk jij nou dat de intocht er 16 november uit gaat zien? Nou ja, dat is een beetje een flauw antwoord, maar ook dat is lastig te zeggen. We weten wel dat de gemeente Apeldoorn toestemming geeft om te demonstreren. En ze hebben ook beloofd dat mensen die willen protesteren niet naar een bedrijventerrein worden gestuurd bijvoorbeeld, maar dat die echt in de binnenstad aanwezig mogen zijn. Ja, wat ik zei, het blijft afwachten wie er echt op komt dagen. Want ja, met name op sociale media roeren mensen zich. Maar ja, dat je een protest liked op Facebook, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ook de moeite neemt om naar Apeldoorn te komen, om daar echt in een hokje te gaan staan. Nee, precies. Nou, laten we er gewoon maar eens een leuk feest van maken, zonder demonstraties. Lijkt me een beter plan. Dankjewel, Johannes Rutgers. Oké. Vanavond dan komen AZ, Feyenoord en PSV weer in actie in de Europa League. Ja, vooral bij de Eindhovenaren is het langzamerhand crisis na 4 mindere wedstrijden. AD-sportverslaggever en PSV-clubwatcher Maarten Wijfels. Ja, gaat PSV zich vanavond nou herpakken tegen LASK Linz? En wat denk je, gaan ze die 3 punten binnenslepen? Ja, dat is wel te hopen, want anders dan wordt het een reeks van 5 wedstrijden zonder overwinning. En
Ja, dat kunnen ze eigenlijk niet hebben momenteel. Dus er is één voordeel. Als ze winnen, zijn ze zo goed als geplaatst voor Europees voetbal na de winterstop. Dus dat helpt misschien. Ja, dat helpt inderdaad. Misschien het is om te janken natuurlijk wat daar aan de hand is. Onlangs schreef jij een artikel waar het bij PSV allemaal misgaat. Je noemde toen 5 pijnpunten. Welke zijn nou de laatste tijd het meest aanwezig volgens jou? Nou, dat zijn er denk ik 2. Ene is dat de beste spelers zijn geblesseerd. En ja, dat mag je in topsport nooit als excuus gebruiken. Alleen het scheelt wel als je bij Ajax bijvoorbeeld Hakim Ziyech en Dusan Tadic weghaalt. Of bij AZ met Mairon Boadu en Kelvin Stengs. Dan scheelt dat voor die clubs heel erg. En voor PSV van Malen en Steven Bergman er niet bij zijn. Dus dat moeten ze opvangen, en dat is moeilijk. En het volgende punt, dat de aankopen, dus de spelers die dat moeten, die vervangers, ja, er zijn er een paar die toch tot nu toe gewoon niet renderen of gewoon te weinig. En ja, dat tikt dan. Ja, dat ga je ongetwijfeld natuurlijk merken dan. Wat vind je nou, hoe gaat Van Bommel om met deze mindere fase van de ploeg? Ja, hij zei er gisteren nog iets over tegen ons hier in Lins. En kijk, hij kent PSV als een club die in elk geval rustig blijft. Die toch wel steeds een contact op gang houdt tussen fans en spelers en club en directie en trainer. En tot nu toe is dat rustig. Alleen hij zegt er wel bij, ik maak dit als trainer ook pas voor de eerste keer mee. Dus hij geeft geen garanties dat hij weet hoe je het omkeert. Nee, dat is de andere kant van de medaille inderdaad. Goed, Maarten, we gaan het zien vanavond. Hopen maar op een overwinning in ieder geval. Dankjewel. Ja, morgenavond dan start het 10e seizoen van The Voice of Holland. Het programma is wereldwijd nog steeds een hit en heeft al flink wat grote namen opgeleverd. 10 jaar geleden begon het avontuur. Dit is The Voice of Holland. Met 4 draaiende stoelen. 4 coaches die vechten om het talent. De grootste zangcompetitie ter wereld. Overladen met de belangrijkste tv-prijzen. En de Emmy goes to The Voice. Ja, dat zijn, je zag Odin, je zag Maan, je zag Ben Sanders. Allemaal grote namen die jullie voorgingen. Dennis, jij hebt dit jaar gewonnen. Ja. Jim, jij hebt vorig jaar gewonnen. Ja, precies. Dennis, ik begin even bij jou. Heeft The Voice gebracht wat jij ervan hoopte? Ja, The Voice heeft in ieder geval de springplank gebracht die ik nodig had om de dingen te doen die ik nu doe. Ja? En die ik nu kan doen en het liefste doe. Dus want was het een circus? Hoe heb jij het ervaren? Ja, het is een onwijs circus. Het is een ontzettende achtbaan die ik als heel erg leuk en prettig heb ervaren. Superleuke mensen, de sfeer was heel erg goed bij ons. Ik mocht natuurlijk leuke liedjes zingen en ik won hem. En er kwamen allerlei mooie dingen uit. Ja, dus dat was, want ik wil het zo met jou hebben over die mooie dingen inderdaad. Want Jim, jij bent natuurlijk, je loopt een jaartje voor. Je hebt gewonnen. Waar ben je allemaal druk mee? Dat is een beetje een voorkerst voor jou eigenlijk, hè, hier. Ja, ja, daarom, ja. Nee, ik zag je naam al staan bij het theater waar ik speelde. Ik weet niet meer waar het was, maar jij zit ook in het theater, toch? Zeker, ja. Ja, dus ik ben in het theater doen. Ik heb net 20 gehad deze maand, in oktober. En in februari, maart gaan we door. We hebben nog 35. En een album is net uit, Starting the Engine. Prachtig. Dat is allemaal gelinkt aan de tour. Dus ja, ik heb zeker de kans ook gekregen om veel te mogen spelen. Ja, want aan de ene kant, hè, kleeft er natuurlijk altijd die naam The Voice aan je. Ja. Heb je daar last van? Ja, het begint een beetje te komen. In het begin is niet zo erg, maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen je kennen van iets anders dan The Voice. Vanwege je eigen talent. Van je eigen liedjes of je eigen opnames of je tour of whatever. Ja. Want jij lift daar natuurlijk nou nog heerlijk op. Ja, maar dat is dus na morgenavond. ik weet niet hoe dat gaat dus. Ja. Maar morgen begint er een nieuwe Voice. En dan ben ik in ieder geval heel blij dat ik heb staan wat ik nu heb staan. Dus een debuutalbum en inderdaad ook een theatertour, net als jij. Ja, want dat is het, hè? Want dat wordt sowieso opgenomen als je wint, toch? Dan krijg je een debuutalbum, of niet? Nee, niet helemaal. Nee, niet helemaal. Nee, ik heb een videoclip gewonnen in Zuid-Afrika. Dat was. Jij kreeg nog 50.000 euro. Toch? Ook nog 50.000 euro. Ja, dat was ook wel lekker. Lucky best. Ja. Ik kreeg een auto. Ja. Maar die was maar 30 graden. Ja. Worden even de prijzen hiernaast me aangelegd. Ja, had je toch een jaartje later. Toch een jaartje later. Misschien niet gewonnen, dat ik nog het wel. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel wat winnaars waar je daarna helemaal niet meer zoveel van hoort. Ben je dan zelf bang dat je denkt van, nou, wie weet overkomt mij dat ook? Nee, niet zozeer. Het is meer dat je heel vaak dus die vraag krijgt van, joh, er zijn een aantal winnaars waar je inderdaad niks meer van hoort. Hoe ga je dat? Ja, ik stel hem ook gewoon. Ja, nee, dat snap ik ook. Ja. Ja. Maar ik heb geen idee wat die mensen gedaan hebben. Of ja, dat heeft ook niet zoveel zin voor mij om daarmee bezig te zijn. Maar wat is jouw ultieme doel? Waar wil je heen? Nou, ik wil 80 jaar dit kunnen blijven doen. En het liefst op mijn manier. Hoe oud ben je?
Ik ben nu 25. Nou, dan moet je flink oud worden. Op 80 jaar ben ik 105 en dan heb ik waarschijnlijk geen zin meer. Dan hou ik mee op. Nee, inderdaad. Het is gewoon lekker zingen en bezig zijn met mooie muziek maken. Ja. En voor jou, Jim? Ja, ook zoiets. Maar het is wel interessant, inderdaad, waarom de mensen het niet doorgaan. Weet je? Want wij hebben dan een theatertour, maar dat is ook best wel uniek op zich. Want niet iedereen gaat zeg maar door in de muziek. En dat heeft denk ik te maken met hoe de muziekindustrie een beetje in elkaar zit tegenwoordig. Dus dat is lastig om mee te dealen. Dus ik wens je ook veel succes ermee. Ja, maar is het dan lastig? Want kijk, zo'n theatertour, dan pak je natuurlijk heel selectief publiek van alle regio's waar je naartoe gaat. En mensen zijn gewend om je op tv te zien. Ja. Hè? En dan pak je een soort van het grote publiek. Merk je dat er dan sneller een roes omheen hangt dat je vergeten wordt of dat je minder bezig bent omdat je in theater staat? Hoewel dat natuurlijk uiteindelijk veel meer impact heeft. Ja, nou ja, het is zo dat de theaterwereld is natuurlijk iets anders. Ik bedoel, Maarten van Roosendaal is helemaal niet bekend in de tv-wereld, maar een hele grote ster in de theaterwereld. Ja. Dus dat is dan een keuze die je maakt. Maar dat interesseert je ook niet zo heel veel, of wel? Nee. Interesseert je die roem überhaupt? Ja, een beetje. Dat is wel leuk. Weet je, als ik zo'n voice win, is hartstikke leuk. Ja. Je krijgt gewoon aandacht en mensen laten weten dat ze het leuk vinden. Dat is allemaal tof. Ja. Daar gaat het niet om. Het gaat uiteindelijk om die muziek. En die maak je in een theater en die maak je niet op tv. Zoals hier zijn we gewoon ons theatershow aan het promoten en hopen dat mensen daarheen komen. Weet je, dit is niet waarom we het doen. Nee, tv. Precies. Maar als je nou kijkt naar The Voice, dat is natuurlijk een soort van familieprogramma. Hè? Ook de coaches eromheen, jullie horen bij een team. Hoor je daar nog wel eens wat van? Ga je daar nog mee om? Krijg je nog tips? Bellen ze nog? Ja, nee, ik heb onze finale van afgelopen jaar bestond uit Menno, Patricia en Neverone, die band. En Neverone die heeft een clubtour. Ja. En Patricia heeft ook een clubtour. Bij Neverone stonden op een gegeven moment Patricia en ik allebei als gast bij hun in Paradiso in Amsterdam. Juist. Dus dat contact met die medekandidaten is er absoluut. En dat is ook heel goed. Maar ook met de coaches? Met de coach is dat wat minder. Maar ja, goed, dat is ook logisch. Want zij hebben hun eigen ding. En nou goed, ik ben ontzettend druk. Ja, en dat snap ik ook. En bij jou, hoor jij er nog wel eens iets van? Zeg ze nog wel eens, goed, Tom, ben je toch lekker bezig? Of, nee, ik kom wel eens wat mensen tegen, weet je wel. Ja. Dus dat is leuk. Maar inderdaad, de coaches, dat verwacht iedereen dat die dan een soort van jou gaan begeleiden de rest van je leven. Maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dus nee, niet de rest van je leven. Maar ik moet zeggen dat ik wel ook, zeker vlak nadat ik gewonnen had, dat Whalen mij best wel, en de mensen om hem heen, hem ook best wel onder zijn vleugels hebben genomen. En gezegd van, joh, dit zijn de stappen die je nu moet maken om dus, Verder te gaan. En ja, goed, dat je Frank Sinatra leuk kan zingen, dat weten de mensen nu. Nu willen mensen weten, wie is Dennis van Aartsen? Juist. En dat heel erg gaan najagen, in eigen liedjes schrijven, bezig de juiste met jezelf, mensen zoeken. Juist, ontplooien. En dat had ik zonder die begeleiding van Whalen in dat begin. Had ik daar, weet ik veel waar ik moet beginnen. Ja, ik was projectmanager. Ja. Ja, dat is wel iets heel anders. Want je leven staat natuurlijk compleet op zijn kop. En als je dan even kijkt nog als laatste naar je social media. Want dat gaat natuurlijk dan ook lekker. Hè? Op het moment dat je zo op televisie komt. Maar nu zijn er natuurlijk wel steeds meer artiesten die het juist andersom gaan proberen. Hè? Die lekker op YouTube iets droppen of ergens anders. En zo hun bekendheid vergaren. Denken jullie dat tv nog de impact kan maken of maakt zoals dat het vroeger ook altijd deed? Ja, het is natuurlijk veel minder. Ja? Het wordt ook steeds minder, denk ik. The Voice had ook 6 miljoen kijkers of zo in het begin. En nu is het bij ons 2,5 of zo. Ja. Maar dat is alsnog genoeg om iets leuks aan over te houden. Maar tv gaat natuurlijk uitsterven op een gegeven moment. Dat is een kwestie van tijd, denk ik. Ja, ik denk dat die impact is nog steeds heel erg groot. Dus ik zie als ik een radio optreden doe ergens, wat voor impact dat heeft. Terwijl radio wordt dan altijd gezegd van tv sterft inderdaad uit. Maar radio zal altijd blijven, want in de auto luister ik naar radio. Mm-hmm. En dat vergelijkt met als ik een keer een tv optreden doe, wat voor... Om de een of andere reden heb ik het gevoel dat het kan zijn dat mijn doelgroep meer tv kijkt dan radio luistert. Maar dat een tv-optreden dus juist meer doet. Ja. Ja, visueel is natuurlijk sterker. Ja, nee, precies. Ja, dat hangt ook van mijn muziek. Zoals je denkt bijvoorbeeld aan een optreden van, of aan een videoclip van Michael Bublé. Ja. Als je het hebt over iemand in mijn genre, dan denk je niet aan een videoclip die heeft opgenomen. Dan denk je aan een live optreden, toch? Ja, absoluut. Dan zie je hem op het podium staan met een orkest achter zich. Dat zien we dan ook dus, het liefst. Nou ja, jij zit dus vol in de nieuwe dingen. Jim, wanneer kunnen we jou nog even zien op het podium? Je hebt er natuurlijk nog 30 te gaan. Je hebt 35 shows tussen februari en maart. In februari en maart. Ja. Zoek er eentje uit, zou ik zeggen. En ja. Dan heel veel succes allebei met alles wat jullie gaan doen. Dankjewel. Ja, en dan gaan we als laatst nog eventjes naar het weer. Want het wordt een lekkere herfstdag om binnen te blijven vandaag. Kunnen jullie een beetje met een dekentje op de bank vandaag? Of, Ik ga door de bed in. Ja. Ik ben kapot natuurlijk. Ja, ik snap het. Nou ja, het wordt bewolkt, veel regenbuien, ook nog wat wind. Dus voor jou de beste keuze om dat zo te doen. De temperatuur wordt maximaal 10 graden. Nou ja, wij zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow te komen. Dank je wel.
goedemorgen en welkom bij de Ochtendshow to go. Ja, steeds meer boswachters die hebben te maken met fysiek en verbaal geweld. Dat blijkt uit onderzoek van Natuurmonumenten. Inge de Bruin van Natuurmonumenten, wat zijn nou de opvallendste uitkomsten van jullie onderzoek? Nou, de opvallendste uitkomsten, dat is eigenlijk dat het met de veiligheid in het buitengebied echt achteruit rolt. Dus er zijn steeds meer incidenten. Onze boswachters voelen zich steeds minder veilig bij het uitvoeren van hun werk. Ze hebben ook steeds meer behoefte aan middelen, hè, om die veiligheid toch te kunnen garanderen. En ook de samenwerking van met de politie die laat regelmatig te wensen over. Ja, nou ja, kun je wat concrete voorbeelden noemen met wat voor geweldsincidenten boswachters dan precies te maken krijgen? Nou ja, dat varieert, hè. Dus soms is het alleen maar uitschelden, beledigen, bedreigen. Mm-hmm. Maar soms zijn het ook echt geweldsincidenten. Dus mensen die echt fysiek gewoon agressief worden. Ze krijgen ook te maken met steeds zwaardere vormen van criminaliteit. Hè. Dus echte drugscriminaliteit. Allerlei milieudelicten zoals stroperij, drugsdumpingen. Dat zijn wel bekende voorbeelden, zeg maar. Juist. Maar als we dit onderzoek, kunnen we dat ergens tegenaf zetten? Ten opzichte van zoveel jaar eerder? Of dat we weten in hoeverre het is toegenomen? Nou, dat is lastig. Wat we wel zien is, de politie heeft zich gewoon, en dat is echt een trend die al een heel aantal jaar is ingezet, teruggetrokken uit het buitengebied. Je komt in afgelegen gebieden echt geen politieagent meer tegen. En die taak hebben onze BOA's overgenomen. Uh-huh. Maar goed, dat valt natuurlijk op, hè. Als de politie in afgelegen gebieden niet meer komt, dan wordt dat een aantrekkelijker gebied voor allerlei criminele activiteiten. En dat is wat onze mensen nu signaleren. En dat zij in toenemende mate daarmee te maken krijgen. Absoluut. Nou wil je natuurlijk met dit onderzoek ook een oproep doen aan politie en politiek. Wat wil je precies van hen? Nou, op de korte termijn vinden wij dat er echt geld en ondersteuning bij moet. Dus wij vragen om 4 miljoen structureel per jaar, waarmee wij in ieder geval de opleiding en de middelen van onze groene BOA's kunnen betalen. Maar op langere termijn, iets langere termijn, moeten we echt kijken naar uitbreiding van de capaciteit. Want met het huidige aantal BOA's gaan we dat buitengebied gewoon niet veilig genoeg houden. Dus er moeten mensen bij en dat gaat geld kosten. Absoluut. Nou, Inge de Bruin, dank je wel voor je toelichting. Ja, we hebben een boswachter in de studio. Jerry Meijs, je bent boswachter in Zeeland, in West-Brabant en ook nog in de Zuid-Hollandse eilanden. Ja, dat klopt. Jij hebt natuurlijk ook het onderzoek gelezen en daarvan gehoord. Wat is jouw eerste reactie erop? Nou ja, ik herken het wel, ja. Ja. Ik herken het. Dus je zit in je eentje op hele grote oppervlaktes natuurgebied. Vaak lastig toegankelijk. Je ziet dat de backup van de politie dan dus heel lastig wordt. En als je daar altijd alleen rondloopt, ja, dan kan dat wel eens spannend worden, ja. Voel je je onveilig tegenwoordig? Op sommige momenten voel ik me wel onveilig. En ik ben dan nog een van de gelukkigen die volledig uitgerust is. Maar, wat wil zeggen? Ik ben volledig bewapend. Dus tot en met vuurwapen. Ik heb ook een portofoon. Oké. En dat is echt wel luxe. Ja. Maar dat neemt niet weg dat op het moment dat je naar iemand toestapt die twee koppen groter is dan jij en twee keer zo breed. Ja, dat natuurlijk toch wel spannend wordt. Dat is logisch. Heb jij het onlangs nog meegemaakt? Een echt geweldsincident onlangs niet. Niet recent in ieder geval. Maar wel dat mensen wel echt helemaal uit hun dak gaan. Wat is nou het meest voorkomende? Want jouw taak is natuurlijk over het algemeen de handhaving en bescherming van het natuurgebied. Ja. Als jij in conflict komt met mensen, wat gebeurt daar dan? Nou, dat varieert van mensen die gewoon boos worden omdat ze een bekeuring krijgen. Hè? En laat ik benadrukken dat boos worden is niks mis mee. Nee. Tot het moment dat het over de schreef gaat. En dat ze echt onbeschoft gaan worden en gaan schelden en gaan tieren en gaan bedreigen. Ja, dan ga je natuurlijk wel een grens over. Ja. En als je daar dan in je eentje staat en je weet dat je lang op backup moet wachten. Ja, dan is het wel handig als je voor jezelf kan zorgen. En, ja. het gros van mijn collega's is gewoon niet bewapend. En waar ligt dat aan dan, dat zij dat niet zijn? Nou, dat heeft ermee te maken dat de werkgever daarover mag beslissen, hè? Of ze wel of niet willen gaan bewapenen. En op het moment dat ze de keuze maken om dat wel te doen, dan heeft de politie daar nog wat van te vinden. Mm-hmm. En daarna heeft justitie daar nog wat van te vinden. En dat zijn natuurlijk allemaal stapjes
ja, die voordat dat, ook dat weer... doorgevoerd is, ben je sowieso al een eindje verder natuurlijk. Ja, dat sowieso. Maar het zijn ook allemaal stapjes die dat ook weer terug kunnen draaien. Zeg. Ja. Dus jouw werkgever kan van alles willen. Maar als justitie dan zegt, nou, het gaat niet gebeuren. Ja. Dan houdt het dus gewoon ook op. Ja. Maar jij zegt, ik heb het niet recent meegemaakt. Maar je hebt het dus wel eens meegemaakt dat je fysiek bent aangevallen. Ja. Wat gebeurde daar toen? Nou, ja, toen sprak ik twee kerels aan met loslopende honden. En die waren daar absoluut niet van gediend. En die wilden ook nergens aan meewerken. Want dat mocht niet? Nee. Ze liepen met een aantal loslopende honden ook nog eens buiten de paden. En die honden waren ook echt aan struinen. Dus het was absoluut bekeuringswaardig. Maar ja, zij vonden dat duidelijk van niet. En ja, die springen er dan ineens bovenop. Op jou? Ja. En wat doe je dan? Ja, dan ga je jezelf verdedigen natuurlijk. En ik had gelukkig geweldsmiddelen. Dus ik kon op een gegeven moment loskomen. Ik heb toen mijn pepperspray getrokken. Waardoor ze ook afgedropen zijn. Ze zijn op de vlucht geslagen. Op dat moment kon ik pas de meldkamer bellen. Dus dat heb ik ook gedaan. Assistentie opgeroepen. Ik ben natuurlijk achter de verdachte aangegaan. Mm-hmm. Met behulp van mijn pepperspray heb ik een van de verdachten nog weten aan te houden. Okay. De andere is later door de politie nog aangehouden. Maar op het moment dat ik die kerel aangehouden had, heb ik dus nog 20 minuten staan wachten voordat de politie er was. Ja, dat is best alleen dan, hè? Ja. En dat zijn al lange 20 minuten, kan ik me voorstellen. Dat zijn lange minuten en de totale tijd was 50 minuten. Dan vervolgens laden we die verdachte in de politiebus. Dan moest ik met een andere politieauto terug naar mijn auto. Met mijn auto weer terug naar de politieauto om de politieauto uit het zand te trekken. Ja. Want die zijn niet gemaakt om in een natuurgebied te rondrijden. Dan krijg je een hele hoop problemen erbij. Dan wordt het bijna een slapstick. Ja. Ja, en dat zijn wel dingen waar we tegenaan lopen. Ja, maar maakt het je dan extra bang de volgende keer dat je er weer instapt? Nee. Het maakt me niet extra bang, maar je merkt wel dat je... En dat is ook wel goed natuurlijk, hè, dat je heel goed anticipeert van wat ga ik nu doen? En wil ik dit wel? En moet ik hier wel alleen op af? Juist. Ga ik een melding maken en laat ik ze oproepen, want dat kan natuurlijk ook. Dat je niet meteen mensen staande houdt, maar dat je de politie gaat bellen. Ja, en doen het samen. Ja. En ik kies ook wel eens voor om dat maar niet te bekeuren. Nee, want het is natuurlijk nog steeds het mooiste vak van de wereld, lijkt me. Want dat absoluut. Zou je niet doen. Ja. Als jij nou iets zou mogen veranderen aan deze hele situatie, naar aanleiding van het rapport ook, wat zou jij dan willen dat er verandert? Voor mij persoonlijk zou ik zeggen, de capaciteit moet echt omhoog. Dat je in je eentje op 4000 hectare zit, ja, dat kan gewoon dat niet meer. Dat kan niet meer, nee. Misschien moet je jezelf afvragen of je nog wel alleen op pad moet. Hoe groot jouw gebied ook is. Het zou eigenlijk een duo-baan moeten zijn, hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Ja, dan moet gewoon structureel goed. Moet er gewoon meer geld voor toezicht komen. Er moet meer capaciteit bij de politie komen. Dat ook, want ook die mannen hebben ook gewoon rock bottom gehaald. Ja, zeker. Ja, er zit weer een staking aan te komen. Ik voel hem alweer aankomen. Ja, maar ik heb begrepen dat Malieveld tot 2023 volgt. Ja, die is volgeboekt inderdaad. Maar goed, dankjewel in ieder geval voor je toelichting. Graag gedaan. En heel veel sterkte in je job. Ja, dankjewel. De gemeente Apeldoorn die staat vanmiddag voor de rechter, omdat er alleen roetveegpieten te zien zullen zijn tijdens de landelijke Sinterklaasintocht volgende week zaterdag. Johannes Rutgers is verslaggever van de Stentor. Ja, jij bent straks bij die rechtszaak, Rutger. Waarom is er precies bezwaar gemaakt, Johannes? Nou, omdat het dit jaar voor het eerst is dat er alleen roetveegpieten meelopen. De NTA, de omroeporganisatie die elk jaar de intocht organiseert en uitzendt, die heeft de afgelopen jaren geleidelijk afscheid genomen van de traditionele Zwarte Piet, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En in september kondigden ze aan, samen met de gemeente Apeldoorn, dat er dit jaar helemaal niemand meer volledig bruin of zwart gesminkt zal zijn. Nou, en de bezwaarmaker die dus naar de rechter is gestapt, die is daar duidelijk niet mee eens. En die eist dat in feite dat heel de intocht niet doorgaat, omdat het de enige middel is dat hij heeft juridisch. Maar zijn basisgedachte is natuurlijk dat er wel bruine of zwarte pieten mee zouden moeten kunnen lopen. Ja, dus we hebben eigenlijk een demonstratie nu aan de andere kant van het verhaal. Wie is nou precies die eisende partij? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten wij ook nog niet precies. We hebben het natuurlijk wel geprobeerd te achterhalen, maar dat is niet bekendgemaakt. We weten wel dat sinds bekend werd dat er alleen roetveegpieten meelopen, dat er een heleboel mensen zijn geweest en ook organisaties die hebben geroepen dat ze er tegen in verzet zullen komen. Nou, dat heeft tot nu toe een paar kleine protesten opgeleverd. En dan moet je denken aan een spandoek aan een stadhuis in Apeldoorn. Maar er is nog niemand echt de straat op gegaan of iets dergelijks.
Er is ook een flyer verspreid huis in huis in Apeldoorn om mensen op te roepen om te tekenen tegen of voor Zwarte Piet. En dat heeft een kleine 9000 handtekeningen opgeleverd. Maar ja, het blijft afwachten tot welke protesten dit echt gaat leiden. Ja, dus echt een grote achterban lijkt er nog niet ontstaan te zijn. Hoe denk jij nou dat de intocht er 16 november uit gaat zien? Nou, ja, dat is een beetje een flauw antwoord, maar ook dat is lastig te zeggen. We weten wel dat de gemeente Apeldoorn toestemming geeft om te demonstreren. En ze hebben ook beloofd dat mensen die willen protesteren niet naar een bedrijventerrein worden gestuurd bijvoorbeeld, maar dat die echt in de binnenstad aanwezig mogen zijn. Ja, wat ik zei, het blijft afwachten wie er echt op komt dagen. Want ja, met name op sociale media roeren mensen zich. Maar ja. Dat je een protest liked op Facebook, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ook de moeite neemt om naar Apeldoorn te komen om daar echt in een hokje te gaan staan. Nee, precies. Nou, laten we er gewoon maar eens een leuk feest van maken zonder demonstraties. Lijkt me een beter plan. Dankjewel, Johannes ja. Rutgers. Oké. Okay. Vanavond dan komen AZ, Feyenoord en PSV weer in actie in de Europa League. Ja, vooral bij de Eindhovenaren is het langzamerhand crisis na 4 mindere wedstrijden. AD-sportverslaggever en PSV-clubwatcher Maarten Wijfels. Ja, gaat PSV zich vanavond nou herpakken tegen LASK Linz? En wat denk je, gaan ze die 3 punten binnenslepen? Ja, dat is wel te hopen, want anders dan wordt het een reeks van 5 wedstrijden zonder... Ja, zonder, in elk geval zonder overwinning. En ja, dat kunnen ze eigenlijk niet hebben momenteel. Dus er is één voordeel. Als ze winnen, zijn ze zo goed als geplaatst voor Europees voetbal na de winterstop. Dus dat helpt misschien. Ja, dat helpt inderdaad. Misschien het is om te janken natuurlijk wat daar aan de hand is. Onlangs schreef jij een artikel waar het bij PSV allemaal misgaat. Je noemde toen 5 pijnpunten. Welke zijn nou de laatste tijd het meest aanwezig volgens jou? Nou, dat zijn er denk ik 2. Ene is dat de beste spelers zijn geblesseerd. En ja, dat mag je in topsport nooit als excuus gebruiken. Alleen het scheelt wel als je bij Ajax bijvoorbeeld Hakim Ziyech en Dusan Tadic weghaalt. Of bij AZ Mairon Boadu en Kelvin Stengs. Dan scheelt dat voor die clubs heel erg. En voor PSV van Malen en Steven Bergman er niet bij zijn. Dus dat moeten ze opvangen, en dat is moeilijk. En het volgende punt, dat de aankopen, dus de spelers die dat moeten, die vervangers, ja, er zijn er een paar die toch tot nu toe gewoon niet renderen of gewoon te weinig. En ja. dat tikt dan. Ja, dat ga je ongetwijfeld natuurlijk merken dan. Wat vind je nou, hoe gaat Van Bommel om met deze mindere fase van de ploeg? Ja, hij zei er gisteren nog iets over tegen ons hier in Linz. En kijk, hij kent PSV als een club die in elk geval rustig blijft. Die toch wel steeds een contact op gang houdt tussen fans en spelers en club en directie en trainer. En tot nu toe is dat rustig. Alleen hij zegt er wel bij, ik maak dit als trainer ook pas voor de eerste keer mee. Dus hij geeft geen garanties dat hij weet hoe je het omkeert. Nee, dat is de andere kant van de medaille inderdaad. Goed Maarten, we gaan het zien vanavond. We hopen maar op een overwinning in ieder geval. Dankjewel. Ja, morgenavond dan start het 10e seizoen van The Voice of Holland. Het programma is wereldwijd nog steeds een hit en heeft al flink wat grote namen opgeleverd. 10 jaar geleden begon het avontuur. Dit is The Voice of Holland. Met 4 draaiende stoelen. 4 coaches die vechten om het talent. De grootste zangcompetitie ter wereld. Overladen met de belangrijkste tv-prijzen. En de Emmy goes to... The Voice. Ja, dat zijn... je zag Odin, je zag Maan, je zag Ben Sanders. Allemaal grote namen die jullie voorgingen. Dennis, jij hebt dit jaar gewonnen. Ja. Jim, jij hebt vorig jaar gewonnen. Ja, precies. Dennis, ik begin even bij jou. Heeft The Voice gebracht wat jij ervan hoopte? Ja, The Voice heeft in ieder geval de springplank gebracht die ik nodig had om de dingen te doen die ik nu doe. En die ik nu kan doen en het liefste doe. Dus want was het een circus? Hoe heb jij het ervaren? Ja, het is een onwijs circus. Het is een ontzettende achtbaan die ik als heel erg leuk en prettig heb ervaren. Superleuke mensen. De sfeer was heel erg goed bij ons. Ik mocht natuurlijk leuke liedjes zingen en ik won hem. En er kwamen allerlei mooie dingen uit. Ja. Dus dat was want ik wil het zo met jou hebben over die mooie dingen inderdaad. Want Jim, jij bent natuurlijk, je loopt een jaartje voor. Je hebt gewonnen. Waar ben je allemaal druk mee? Dat is een beetje een voorkerst voor jou eigenlijk, hè, hier. Ja, ja, daarom, ja. Ik zag je naam al staan bij het theater waar ik speelde. Ik weet niet meer waar het was, maar jij zit ook in het theater, toch? Zeker, ja. Ja, dus ik ben theater aan het doen. Ik heb net 20 gehad deze maand, in oktober. En in februari, maart gaan we door. We hebben nog 35.
Ja, en het album is net uit, Starting the Engine. Prachtig. Dat is allemaal gelinkt aan de tour. Dus ja, ik heb zeker de kans ook gekregen om veel te mogen spelen. Ja, want aan de ene kant hè, kleeft er natuurlijk altijd die naam The Voice aan je. Ja. Heb je daar last van? Ja, het begint een beetje te komen. In het begin is het niet zo erg, maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen je kennen van iets anders dan The Voice. Vanwege je eigen talent. Van je eigen liedjes of je eigen opnames of je tour of whatever. Ja. Want jij lift daar natuurlijk nou nog heerlijk op. Ja, maar dat is dus na morgenavond. ja, nou goed. Ik weet niet hoe dat gaat dus. Ja. Morgen begint er een nieuwe Voice. En dan nou ben ik in ieder geval heel blij dat ik heb staan wat ik nu heb staan. Dus een debuutalbum en inderdaad ook een theatertour, net als jij. Ja, want dat is het, hè? Want dat wordt sowieso opgenomen als je wint, toch? Dan krijg je een debuutalbum, of niet? Nee, niet helemaal. Nee, niet helemaal. Nee, ik heb een videoclip gewonnen in Zuid-Afrika. Dat was... Ja, ik kreeg nog 50.000 euro, toch? Ook nog 50.000 euro. Zo. Ja, dat was ook wel lekker. Lucky best. Ja. Ik kreeg een auto. Ja. Maar die was maar 30 graden. We worden even de prijzen hier naast elkaar leggen. Had je toch een jaartje later. Toch een jaartje later. Dat had misschien niet gewonnen. Dat ik nog wel. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel wat winnaars waar je daarna helemaal niet meer zoveel van hoort. Ben je dan zelf bang dat je denkt van nou, wie weet overkomt mij dat ook? Nou, niet zozeer. Het is meer dat je heel vaak dus die vraag krijgt van... joh, er zijn een aantal winnaars waar je inderdaad niks meer van hoort. Hoe ga je dat... Ja, ik stel hem ook gewoon. Ja, dat snap ik ook. Ja. Ja. Maar ik heb geen idee wat die mensen gedaan hebben. Of ja, dat heeft ook niet zoveel zin voor mij om daarmee bezig te zijn. Maar wat is jouw ultieme doel? Waar wil je heen? Nou, ik wil 80 jaar dit kunnen blijven doen. En het liefst op mijn manier. Hoe oud ben je? Ik ben nu 25. Nou, dan moet je flink oud worden. Over 80 jaar ben ik 105 en dan heb ik waarschijnlijk geen zin meer. Dan hou ik ermee op. Nee, inderdaad. Dus gewoon lekker zingen en bezig zijn met mooie muziek maken. Ja. En voor jou, Jim? Ja, ook zoiets. Maar het is wel interessant, inderdaad, waarom de mensen het niet doorgaan. Weet je? Want wij hebben dan een theatertour, maar dat is ook best wel uniek op zich. Want niet iedereen gaat zeg maar door in de muziek. En dat heeft denk ik te maken met hoe de muziekindustrie een beetje in elkaar zit tegenwoordig. Dus dat is lastig om mee te dealen. Dus ik wens je ook veel succes ermee. Ja, maar is het dan lastig? Want kijk, zo'n theatertour, dan pak je natuurlijk heel selectief publiek van alle regio's hè, waar je naartoe gaat. En mensen zijn gewend om je op tv te zien. Ja. Hè, en dan pak je een soort van het grote publiek. Merk je dat er dan sneller een roes omheen hangt dat je vergeten wordt of dat je minder bezig bent omdat je in theater staat? Hoewel dat natuurlijk uiteindelijk veel meer impact heeft. Ja, nou ja, het is zo dat de theaterwereld is natuurlijk iets anders. Bijvoorbeeld Maarten van Roosendaal is helemaal niet bekend in de tv-wereld, maar een hele grote ster in de theaterwereld. Ja. Dus dat is dan een keuze die je maakt. Maar dat interesseert je ook niet zo heel veel, of wel? Nee. Interesseert je die roem überhaupt? Ja, een beetje. Dat is wel leuk. Weet je, als ik zo'n voice win, is hartstikke leuk. Ja. Ik krijg gewoon aandacht en mensen laten weten dat ze het leuk vinden. Dat is allemaal tof. Ja. Daar gaat het niet om. Het gaat uiteindelijk om die muziek. En die maak je in een theater en die maak je niet op tv. Zoals hier zijn we gewoon ons theatershow aan het promoten en hopen dat mensen daarheen komen. Weet je, dit is niet waarom we het doen. Nee, TV. Precies. Maar als je nou kijkt naar The Voice, dat is natuurlijk een soort van familieprogramma. Hè? Ook de coaches eromheen, jullie horen bij een team. Hoor je daar nog wel eens wat van? Ga je daar nog mee om? Krijg je nog tips? Bellen ze nog? Ja, nee, ik heb onze finale van afgelopen jaar bestond uit Menno, Patricia en Neverone, die band. En Neverone die heeft een clubtour. Ja. En Patricia heeft ook een clubtour. Bij Neverone stonden op een gegeven moment Patricia en ik allebei als gast bij hun in Paradiso in Amsterdam. Juist. Dus dat contact met die medekandidaten is er absoluut. En dat is ook heel goed. Maar ook met de coaches? Met de coach is dat wat minder. Maar ja, goed, dat is ook logisch. Want zij hebben hun eigen ding. En nou goed, ik ben ontzettend druk. Ja, en dat snap ik ook. En bij jou hoor jij er nog wel eens iets van? Zeg ze nog wel eens, goed, Tom, ben je toch lekker bezig? Of, nee, ik kom wel eens wat mensen tegen. Weet je wel. Ja. Dus dat is leuk. Maar inderdaad, de coaches... Dat verwacht iedereen dat die dan een soort van jou gaan begeleiden de rest van je leven. Maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dus niet de rest van je leven. Maar ik moet zeggen dat ik wel ook, zeker vlak nadat ik gewonnen had, dat Waylon mij best wel, en de mensen om hem heen, hem ook best wel onder zijn vleugels hebben genomen. En gezegd van, joh, dit zijn de stappen die je nu moet maken om dus, verder te gaan. Verder te gaan. En ja, goed, dat je Frank Sinatra leuk kan zingen, dat weten de mensen nu. Nu willen mensen weten, wie is Dennis van Aartsen? Juist. En dat heel erg gaan najagen of in eigen liedjes schrijven, de juiste mensen zoeken. Juist ontplooien. En dat had ik zonder die begeleiding van Waylon in dat begin. Had ik daar,
weet ik veel waar ik moet beginnen. Ja, dus ik was projectmanager. Ja. Ja, dat is wel iets heel anders. Ja. Want je leven staat natuurlijk compleet op zijn kop. En als je dan even kijkt nog als laatste naar je social media. Want dat gaat natuurlijk dan ook lekker, hè? Op het moment dat je zo op televisie komt. Maar nu zijn er natuurlijk wel steeds meer artiesten die het juist andersom gaan proberen. Hè? Die lekker op YouTube iets droppen of ergens anders en zo hun bekendheid vergaren. Denken jullie dat tv nog de impact kan maken of maakt zoals dat het vroeger ook altijd deed? Ja, het is natuurlijk veel minder. Ja? Het wordt ook steeds minder, denk ik. The Voice had ook 6 miljoen kijkers of zo in het begin. En nu is het bij ons 2,5 of zo. Ja. Maar dat is alsnog genoeg om iets leuks aan over te houden. Maar tv gaat natuurlijk uitsterven op een gegeven moment. Dat is een kwestie van tijd, denk ik. Ja, ik denk die impact is nog steeds heel erg groot. Dus ik zie als ik een radio optreden doe ergens, wat voor impact dat heeft. Terwijl radio wordt dan altijd gezegd van tv sterft inderdaad uit. Maar radio zal altijd blijven, want in de auto luistert mijn radio. Mm-hmm. En dat vergelijkt met als ik een keer een tv optreden doe, wat voor... Om de een of andere reden heb ik het gevoel, en dat kan zijn dat mijn doelgroep meer tv kijkt dan radio luistert. Absoluut. Maar dat een tv-optreden dus juist meer doet. Ja. Ja, visueel is natuurlijk sterker. Ja, nee, precies. Ja, dat hangt ook van mijn muziek. Zoals je denkt bijvoorbeeld aan een optreden van... of aan een videoclip van Michael Bublé. Mm-hmm. Ja. Als je het hebt over iemand in mijn genre, dan denk je niet aan een videoclip die heeft opgenomen. Dan denk je aan een live optreden, toch? Ja, absoluut. Dan zie je hem op het podium staan met een orkest achter zich. Dat zien we dan ook het liefst. Dus, ja. Nou ja, jij zit dus vol in de nieuwe dingen. Jim, wanneer kunnen we jou nog even zien op het podium? Je hebt er natuurlijk nog 30 te gaan. Nou even, ja, 35 shows tussen februari en maart. Of in februari en maart. Ja. Zoek er eentje uit, zou ik zeggen. En ja. Heel veel succes allebei met alles wat jullie gaan doen. Dankjewel. Ja, en dan gaan we als laatst nog eventjes naar het weer. Want het wordt een lekkere herfstdag om binnen te blijven vandaag. Kunnen jullie een beetje met een dekentje op de bank vandaag? Of, Ik ga door het bed in. Ja. Ik ben kapot natuurlijk. Ja, ik snap het. Nou ja, het wordt bewolkt, veel regenbuien, ook nog wat wind. Dus voor jou de beste keuze om dat zo te doen. De temperatuur wordt maximaal 10 graden. Nou ja, wij zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow te komen. Een hele goede morgen en welkom bij de ochtendshow to go. Ja, steeds meer boswachters die hebben te maken met fysiek en verbaal geweld. Dat blijkt uit onderzoek van Natuurmonumenten. Inge de Bruin van Natuurmonumenten, wat zijn nou de opvallendste uitkomsten van jullie onderzoek? Nou, de opvallendste uitkomsten, dat is eigenlijk dat het met de veiligheid in het buitengebied echt achteruit rolt. Dus er zijn steeds meer incidenten. Onze boswachters voelen zich steeds minder veilig bij het uitvoeren van hun werk. Ze hebben ook steeds meer behoefte aan middelen, hè, om die veiligheid toch te kunnen garanderen. En ook de samenwerking met de politie die laat regelmatig te wensen over. Ja, nou ja, kun je wat concrete voorbeelden noemen met wat voor geweldsincidenten boswachters dan precies te maken krijgen? Nou ja, dat varieert. Hè. Dus soms is het alleen maar uitschelden, beledigen, bedreigen. Mm-hmm. Maar soms zijn het ook echt geweldsincidenten. Dus mensen die echt fysiek gewoon agressief worden. Ze krijgen ook te maken met steeds zwaardere vormen van criminaliteit. Hè. Dus echte drugscriminaliteit. Allerlei milieudelicten zoals stroperij, drugsdumpingen. Dat zijn wel... bekende voorbeelden, zeg maar. Juist. Maar als we dit onderzoek, kunnen we dat ergens tegenaf zetten? Ten opzichte van zoveel jaar eerder? Of dat we weten in hoeverre het is toegenomen? Nou, dat is lastig. Wat we wel zien is, de politie heeft zich gewoon... dat is echt een trend die al een heel aantal jaar is ingezet... teruggetrokken uit het buitengebied. Je komt in afgelegen gebieden echt geen politieagent meer tegen. En die taak hebben onze BOA's overgenomen. Mm-hmm. Maar goed, dat valt natuurlijk op. Hè. Als de politie in afgelegen gebieden niet meer komt... dan wordt dat een aantrekkelijker gebied voor allerlei criminele activiteiten. En dat is wat onze mensen nu signaleren. En dat zij in toenemende mate daarmee te maken krijgen. Absoluut. Nou wil je natuurlijk met dit onderzoek ook een oproep doen aan politie en politiek. Wat wil je precies van hen? Nou, op de korte termijn vinden wij dat er echt geld en ondersteuning bij moet. Dus wij vragen om 4 miljoen structureel per jaar, waarmee wij in ieder geval de opleiding en de middelen van onze groene BOA's kunnen betalen. Maar op langere termijn, iets langere termijn, moeten we echt kijken naar uitbreiding van de capaciteit. Want met het huidige aantal BOA's gaan we dat buitengebied gewoon niet veilig genoeg houden. Dus er moeten mensen bij. En dat gaat geld kosten. Absoluut. Nou, Inge de Bruin, dank je wel voor je toelichting. Ja,
Ja, we hebben een boswachter in de studio. Jerry Meijs, je bent boswachter in Zeeland, in West-Brabant en ook nog in de Zuid-Hollandse eilanden. Ja, dat klopt. Jij hebt natuurlijk ook het onderzoek gelezen en daarvan gehoord. Wat is jouw eerste reactie erop? Nou ja, ik herken het wel, ja. Ja. Ik herken het. Dus je zit in je eentje op hele grote oppervlaktes natuurgebied. Vaak lastig toegankelijk. Je ziet dat de backup van de politie dan dus heel lastig wordt. En als je daar altijd alleen rondloopt, ja, dan kan dat wel eens spannend worden. Ja. Voel je je onveilig tegenwoordig? Op sommige momenten voel ik me wel onveilig. En ik ben dan nog een van de gelukkigen die volledig uitgerust is. Maar, wat wil zeggen? Ik ben volledig bewapend. Dus tot en met vuurwapen. Ik heb ook een portofoon. Okay. En dat is echt wel luxe. Yeah. Maar dat neemt niet weg dat op het moment dat je naar iemand toestapt die twee koppen groter is dan jij en twee keer zo breed, ja, dat natuurlijk toch wel spannend wordt. Dat is logisch. Heb jij het onlangs ook meegemaakt? Een echt geweldsincident onlangs niet. Niet recent in ieder geval. Maar wel dat mensen wel echt helemaal uit hun dak gaan. Wat is nou het meest voorkomende? Want jouw taak is natuurlijk over het algemeen de handhaving en bescherming van het natuurgebied. Ja. Als jij in conflict komt met mensen, wat gebeurt daar dan? Nou, dat varieert van mensen die gewoon boos worden omdat ze een bekeuring krijgen. Hè? En laat ik benadrukken dat boos worden is niks mis mee. Nee. Tot het moment dat het over de schreef gaat. En dat ze echt onbeschoft gaan worden en gaan schelden en gaan tieren en gaan bedreigen. Ja, dan ga je natuurlijk wel een grens over. Ja. En als je daar dan in je eentje staat en je weet dat je lang op backup moet wachten. Ja, dan is het wel handig als je voor jezelf kan zorgen. En, ja. het gros van mijn collega's is gewoon niet bewapend. En waar ligt dat aan dan, dat zij dat niet zijn? Nou, dat heeft ermee te maken dat de werkgever daarover mag beslissen, hè? Of ze wel of niet willen gaan bewapenen. En op het moment dat ze de keuze maken om dat wel te doen, dan heeft de politie daar nog wat van te vinden. Mm-hmm. En daarna heeft justitie daar nog wat van te vinden. En dat zijn natuurlijk allemaal stapjes. Ja, die voordat dat, ook dat weer doorgevoerd is, ben je sowieso al een eindje verder met ja, dat sowieso. Maar het zijn ook allemaal stapjes die dat ook weer terug kunnen draaien. Zeg. Ja. Dus jouw werkgever kan van alles willen. Maar als justitie dan zegt, nou, het gaat niet gebeuren. Ja, dan houdt het dus gewoon ook wel op. Ja. Maar jij zegt, ik heb het niet recent meegemaakt, maar je hebt het dus wel eens meegemaakt dat je fysiek bent aangevallen. Ja. Wat gebeurde daar toen? Nou, toen sprak ik twee kerels aan met loslopende honden. En die waren daar absoluut niet van gediend. En die wilden ook nergens aan mee weg. Want dat mocht niet? Nee. Ze liepen met een aantal loslopende honden ook nog eens buiten de paden. En die honden waren ook echt aan struinen. Dus het was absoluut bekeuringswaardig. Maar ja, zij vonden dat duidelijk van niet. En die springen er dan ineens bovenop. Op jou? Ja. En wat doe je dan? Ja, dan ga je jezelf verdedigen natuurlijk. En ik had gelukkig geweldsmiddelen, dus ik kon op een gegeven moment loskomen. Ik heb toen mijn pepperspray getrokken, waardoor ze ook afgedropen zijn. Ze zijn op de vlucht geslagen. Op dat moment kon ik pas de meldkamer bellen. Dus dat heb ik ook gedaan. Assistentie opgeroepen. Ik ben natuurlijk achter de verdachte aangegaan. Mm-hmm. Met behulp van mijn pepperspray heb ik een van de verdachten nog weten aan te houden. Okay. De andere is later door de politie nog aangehouden. Maar op het moment dat ik die kerel aangehouden had, heb ik dus nog 20 minuten staan wachten voordat de politie er was. Ja, dat is best alleen dan, hè? Ja. En dat zijn dan lange 20 minuten, kan ik me voorstellen. Dat zijn lange minuten en de totale tijd was 50 minuten. Dan vervolgens laden we die verdachte in de politiebus. Dan moest ik met een andere politieauto terug naar mijn auto, met mijn auto weer terug naar de politieauto om de politieauto uit het zand te trekken. Ja. Want die zijn niet gemaakt om in een natuurgebied te rondrijden. Dan krijg je een hele hoop problemen erbij. Dan wordt het bijna een slapstick. Ja. Ja, en dat zijn wel dingen waar we tegenaan lopen. Ja, maar maakt het je dan extra bang de volgende keer dat je er weer instapt? Nee. Het maakt me niet extra bang, maar je merkt wel dat je en dat is ook wel goed natuurlijk, hè, dat je heel goed anticipeert van wat ga ik nu doen en wil ik dit wel en moet ik hier wel alleen op af? Juist. Ga ik een melding maken en laat ik ze oproepen, want dat kan natuurlijk ook. Dat je niet tegen mensen staande houdt, maar dat je de politie gaat bellen. Ja. En doen het samen. Ja. Ja, en ik kies ook wel eens voor om dan maar niet te bekeuren. Nee, want het is natuurlijk nog steeds het mooiste vak van de wereld, lijkt me. Want dat absoluut zou je niet doen. Ja. Als jij nou iets zou mogen veranderen aan deze hele situatie, naar aanleiding van het rapport ook, wat zou jij dan willen dat er verandert? Voor mij persoonlijk zou ik zeggen, de capaciteit moet echt omhoog.
Dat je in je eentje op 4000 hectare zit. Ja, dat kan gewoon dat niet meer. Dat kan niet meer, nee. Misschien moet je jezelf afvragen of je nog wel alleen op pad moet. Hoe groot jouw gebied ook is. Het zou eigenlijk een duo-baan moeten zijn, hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Ja, dan moet gewoon structureel goed, moet er gewoon meer geld voor toezicht komen. Er moet meer capaciteit bij de politie komen. Dat ook, want ook die mannen hebben ook gewoon rock bottom gehaald. Ja, zeker. Ja, er zit weer een staking aan te komen. Ik voel hem al weer aankomen. Ja, maar ik heb begrepen dat Malieveld tot 2023 volgt. Ja, die is volgeboekt inderdaad. Maar goed, dankjewel in ieder geval voor je toelichting. Graag gedaan. En heel veel sterkte in je job. Ja, dankjewel. De gemeente Apeldoorn die staat vanmiddag voor de rechter, omdat er alleen roetveegpieten te zien zullen zijn tijdens de landelijke Sinterklaasintocht volgende week zaterdag. Johannes Rutgers is verslaggever van de Stentor. Ja, jij bent straks bij die rechtszaak, Rutger. Waarom is er precies bezwaar gemaakt, Johannes? Nou, omdat het dit jaar voor het eerst is dat er alleen roetveegpieten meelopen. De NTA, de omroeporganisatie die elk jaar de intocht organiseert en uitzendt, die heeft de afgelopen jaren geleidelijk afscheid genomen van de traditionele Zwarte Piet, zou je kunnen zeggen. Uh-huh. En in september kondigden ze aan, samen met de gemeente Apeldoorn, dat er dit jaar helemaal niemand meer volledig bruin of zwart geschminkt zal zijn. Nou, en de bezwaarmaker die dus naar de rechter is gestapt, die is daar duidelijk niet mee eens. En die eist dat in feite dat heel de intocht niet doorgaat, omdat het de enige middel is dat hij heeft juridisch. Maar zijn basisgedachte is natuurlijk dat er wel bruine of zwarte pieten mee zouden moeten kunnen lopen. Ja, dus we hebben eigenlijk een demonstratie nu aan de andere kant van het verhaal. Wie is nou precies die eisende partij? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten wij ook nog niet precies. We hebben het natuurlijk wel geprobeerd te achterhalen, maar dat is niet bekendgemaakt. We weten wel dat sinds bekend werd dat er alleen roetveegpieten meelopen, dat er een heleboel mensen zijn geweest en ook organisaties die hebben geroepen dat ze er tegen in verzet zullen komen. Nou, dat heeft tot nu toe een paar kleine protesten opgeleverd. En dan moet je denken aan een spandoek aan een stadhuis in Apeldoorn. Maar er is nog niemand echt de straat op gegaan of iets dergelijks. Er is ook een flyer verspreid huis in huis in Apeldoorn om mensen op te roepen om te tekenen tegen of voor Zwarte Piet. En het heeft een kleine 9000 handtekeningen opgeleverd. Maar ja, het blijft afwachten tot welke protesten dit echt gaat leiden. Ja, dus echt een grote achterban lijkt er nog niet ontstaan te zijn. Hoe denk jij nou dat de intocht er 16 november uit gaat zien? Nou ja, dat is een beetje een flauw antwoord, maar ook dat is lastig te zeggen. We weten wel dat de gemeente Apeldoorn toestemming geeft om te demonstreren. En ze hebben ook beloofd dat mensen die willen protesteren niet naar een bedrijventerrein worden gestuurd bijvoorbeeld. Maar dat die echt in de binnenstad aanwezig mogen zijn. Ja, wat ik zei, het blijft afwachten wie er echt op komt dagen. Want ja, met name op sociale media roeren mensen zich. Maar ja. Dat je een protest liked op Facebook, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ook de moeite neemt om naar Apeldoorn te komen om daar echt in een hokje te gaan staan. Nee, precies. Nou, laten we er gewoon maar eens een leuk feest van maken, zonder demonstraties. Lijkt me een beter plan. Dankjewel, Johannes Rutgers. Oké. Vanavond dan komen AZ, Feyenoord en PSV weer in actie in de Europa League. Ja, vooral bij de Eindhovenaren is het langzamerhand crisis na 4 mindere wedstrijden. AD-sportverslaggever en PSV-clubwatcher Maarten Wijfels. Ja, gaat PSV zich vanavond nou herpakken tegen LASK Linz? En wat denk je, gaan ze die 3 punten binnenslepen? Ja, dat is wel te hopen, want anders dan wordt het een reeks van 5 wedstrijden zonder, ja, zonder, in elk geval zonder overwinning. En ja, dat kunnen ze eigenlijk niet hebben momenteel. Dus er is één voordeel. Als ze winnen, zijn ze zo goed als geplaatst voor Europees voetbal na de winterstop. Dus dat helpt misschien. Ja, dat helpt inderdaad. Misschien het is om te janken natuurlijk wat daar aan de hand is. Onlangs schreef jij een artikel waar het bij PSV allemaal misgaat. Je noemde toen 5 pijnpunten. Welke zijn nou de laatste tijd het meest aanwezig volgens jou? Nou, dat zijn er denk ik 2. Ene is dat de beste spelers zijn geblesseerd. En ja, dat mag je in topsport nooit als excuus gebruiken. Alleen het scheelt wel als je bij Ajax bijvoorbeeld Hakim Ziyech en Dusan Tadic weghaalt. Of bij AZ Mairon Boadu en Kelvin Stengs. Dan scheelt dat voor die clubs heel erg. En voor PSV van Malen en Steven Bergman er niet bij zijn. Dus dat moeten ze opvangen, en dat is moeilijk. En het volgende punt, dat de aankopen, dus de spelers die dat moeten, die vervangers, ja, er zijn er een paar die toch tot nu toe gewoon niet renderen of gewoon te weinig. En ja, dat tikt dan. Ja, dat ga je ongetwijfeld natuurlijk merken dan. Wat vind je nou, hoe gaat Van Bommel om met deze mindere fase van de ploeg?
Ja, hij zei er gisteravond nog iets over tegen ons hier in Lienz. En kijk, hij kent PSV als een club die in elk geval rustig blijft. Die toch wel steeds een contact op gang houdt tussen fans en spelers en club en directie en trainer. En tot nu toe is dat rustig. Alleen hij zegt er wel bij, ik maak dit als trainer ook pas voor de eerste keer mee. Dus hij geeft geen garanties dat hij weet hoe je het omkeert. Nee, dat is de andere kant van de medaille inderdaad. Goed Maarten, we gaan het zien vanavond. Hopen maar op een overwinning in ieder geval. Dankjewel. Ja, morgenavond dan start het 10e seizoen van The Voice of Holland. Het programma is wereldwijd nog steeds een hit en heeft al flink wat grote namen opgeleverd. 10 jaar geleden begon het avontuur. Dit is The Voice of Holland. Met 4 draaiende stoelen. 4 coaches die vechten om het talent. De grootste zangcompetitie ter wereld. Overladen met de belangrijkste tv-prijzen. En de Emmy goes to The Voice. Ja, dat zijn, je zag Odin, je zag Maan, je zag Ben Sanders. Allemaal grote namen die jullie voorgingen. Dennis, jij hebt dit jaar gewonnen. Ja. Jim, jij hebt vorig jaar gewonnen. Ja, precies. Dennis, ik begin even bij jou. Heeft The Voice gebracht wat jij ervan hoopte? Ja, The Voice heeft in ieder geval de springplank gebracht die ik nodig had om de dingen te doen die ik nu doe. En die ik nu kan doen en het liefste doe. Dus was het een circus? Hoe heb jij het ervaren? Ja, het is een onwijs circus. Het is een ontzettende achtbaan die ik als heel erg leuk en prettig heb ervaren. Superleuke mensen. De sfeer was heel erg goed bij ons. Ik mocht natuurlijk leuke liedjes zingen en ik won hem. En er kwamen allerlei mooie dingen uit. Ja. Dus dat was, want ik wil het zo met jou hebben over die mooie dingen inderdaad. Want Jim, jij bent natuurlijk, je loopt een jaartje voor. Je hebt gewonnen. Waar ben je allemaal druk mee? Dat is een beetje een voorkerst voor jou eigenlijk, hè, hier. Ja, daarom, ja. Ik zag je naam al staan bij het theater waar ik speelde. Ik weet niet meer waar het was, maar jij zit ook in het theater, toch? Zeker, ja. Ja, dus ik ben theater doen. Ik heb net 20 gehad deze maand, in oktober. En in februari, maart gaan we door. We hebben nog 35. En een album is net uit, Starting the Engine. Prachtig. Dat is allemaal gelinkt aan de tour. Dus ja, ik heb zeker de kans ook gekregen om veel te mogen spelen. Ja, want aan de ene kant hè, kleeft er natuurlijk altijd die naam The Voice aan je. Ja. Heb je daar last van? Ja, het begint een beetje te komen. In het begin is niet zo erg, maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen je kennen van iets anders dan The Voice. Vanwege je eigen talent. Van je eigen liedjes of je eigen opnames of je tour of whatever. Ja. Want jij lift daar natuurlijk nou nog heerlijk op. Ja, maar dat is dus na morgenavond. ik weet niet hoe dat gaat dus. Ja. Maar morgen begint er een nieuwe Voice. En dan ben ik in ieder geval heel blij dat ik heb staan wat ik nu heb staan. Dus een debuutalbum en inderdaad ook een theatertour, net als jij. Ja, want dat is het, hè? Want dat wordt sowieso opgenomen als je wint, toch? Dan krijg je een debuutalbum, of niet? Nee, niet helemaal. Nee, niet helemaal. Nee, ik heb een videoclip gewonnen in Zuid-Afrika. Dat was... Jij kreeg nog 50.000 euro, toch? Ook nog 50.000 euro. Zo. Ja, dat was ook wel lekker. Lucky best. Ja. Ik kreeg een auto. Ja. Maar die was maar 30 graag. Ja. Worden even de prijzen hiernaast me aangelegd. Ja, had je toch een jaartje later. Toch een jaartje later. Misschien niet gewonnen, dat ik nog het wel. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel wat winnaars waar je daarna helemaal niet meer zoveel van hoort. Ben je dan zelf bang dat je denkt van, nou wie weet overkomt mij dat ook? Nee, niet zozeer. Het is meer dat je heel vaak dus die vraag krijgt van, joh, er zijn een aantal winnaars waar je inderdaad niks meer van hoort. Hoe ga je dat? Ja, ik stel hem ook gewoon. Ja, nee, dat snap ik ook. Ja. Ja. Maar ik heb geen idee wat die mensen gedaan hebben. Of ja, dat heeft ook niet zoveel zin voor mij om daarmee bezig te zijn. Maar wat is jouw ultieme doel? Waar wil je heen? Nou, ik wil 80 jaar dit kunnen blijven doen. En het liefst op mijn manier. Hoe oud ben je? Ik ben nu 25. Nou, dan moet je flink oud worden. Over 80 jaar ben ik 105 en dan heb ik waarschijnlijk geen zin meer. Dan hou ik ermee op. Nee, inderdaad. Het is gewoon lekker zingen en bezig zijn met mooie muziek maken. Ja. En voor jou, Jim? Ja, ook zoiets. Maar het is wel interessant, inderdaad, waarom de mensen het niet doorgaan. Weet je? Want wij hebben dan een theatertour, maar dat is ook best wel uniek op zich. Want niet iedereen gaat zeg maar door in de muziek. En dat heeft denk ik te maken met hoe de muziekindustrie een beetje in elkaar zit tegenwoordig. Dus dat is lastig om mee te dealen. Dus ik wens je ook veel succes ermee. Ja, maar is het dan lastig? Want kijk, zo'n theatertour, dan pak je natuurlijk heel selectief publiek van alle regio's, hè, waar je naartoe gaat. En mensen zijn gewend om je op tv te zien. Ja. Hè, en dan pak je een soort van het grote publiek. Merk je dat er dan sneller een roes omheen hangt dat je vergeten wordt of dat je minder bezig bent, omdat je in theater staat, hoewel dat natuurlijk uiteindelijk veel meer impact heeft? Ja, nou ja, het is zo dat de theaterwereld is natuurlijk iets anders. Ik bedoel, Maarten van Roosendaal is helemaal niet bekend in de tv-wereld, maar een hele grote ster in de theaterwereld. Ja. Dus dat is dan een keuze die je maakt. Maar dat interesseert je ook niet zo heel veel, of wel? Nee. Interesseert je die roem überhaupt?
Ja, een beetje. Het is wel leuk. Weet je, als ik zo'n voice win, is hartstikke leuk. Ja. Ik krijg gewoon aandacht en ja, mensen laten weten dat ze het leuk vinden. Dat is allemaal tof. Ja. Daar gaat het niet om. Het gaat uiteindelijk om die muziek. En die maak je in een theater en die maak je niet op tv. Ja. Zoals hier zijn we gewoon ons theatershow aan het promoten en hopen dat mensen daarheen komen. Weet je, dit is niet waarom we het doen. Nee, tv. Precies. Maar als je nou kijkt naar The Voice, dat is natuurlijk een soort van familieprogramma. Hè? Ook de coaches eromheen, jullie horen bij een team. Hoor je daar nog wel eens wat van? Ga je daar nog mee om? Krijg je nog tips? Bellen ze nog? Ja, nee, ik heb onze finale van afgelopen jaar bestond uit Menno, Patricia en Navarone, die band. En Navarone die heeft een clubtour. Ja. En Patricia heeft ook een clubtour. Bij Navarone stonden op een gegeven moment Patricia en ik allebei als gast bij hun in Paradiso in Amsterdam. Juist. Dus ja, dat contact met die medekandidaten is er absoluut. En dat is ook heel goed. Maar ook met de coaches? Met de coach is dat wat minder. Maar ja, goed, dat is ook logisch. Want zij hebben hun eigen ding. En nou goed, ik ben ontzettend druk. Ja, en dat snap ik ook. En bij jou, hoor jij er nog wel eens iets van? Zeg ze nog wel eens, goed, Tom, ben je toch lekker bezig? Of, nee, ik kom wel eens wat mensen tegen, weet je wel. Ja. En, dus dat is leuk. Maar inderdaad, de coaches, dat verwacht iedereen dat die dan een soort van jou gaan begeleiden de rest van je leven. Maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dus nee, niet de rest van je leven. Maar ik moet zeggen dat ik wel ook, zeker vlak nadat ik gewonnen had, dat Whalen mij best wel, en de mensen om hem heen, hem ook best wel onder zijn vleugels hebben genomen. En gezegd van, joh, dit zijn de stappen die je nu moet maken om dus, Verder te gaan. En ja, goed, dat je Frank Sinatra leuk kan zingen, dat weten de mensen nu. Nu willen mensen weten, wie is Dennis van Aartsen? Juist. En dat heel erg gaan najagen, in eigen liedjes schrijven, de juiste met mensen zoeken. Juist, ja. Ontplooien. En dat had ik zonder die begeleiding van Whalen in dat begin. Had ik daar, weet ik veel waar ik moet beginnen. Ja, ik was projectmanager. Ja. Ja, dat is wel iets heel anders. Want je leven staat natuurlijk compleet op zijn kop. En als je dan even kijkt nog als laatste naar je social media. Want dat gaat natuurlijk dan ook lekker. Hè? Op het moment dat je zo op televisie komt. Maar nu zijn er natuurlijk wel steeds meer artiesten die het juist andersom gaan proberen. Hè? Die lekker op YouTube iets droppen of ergens anders. En zo hun bekendheid vergaren. Denken jullie dat tv nog de impact kan maken of maakt zoals dat het vroeger ook altijd deed? Ja, het is natuurlijk veel minder. Ja? Het wordt ook steeds minder, denk ik. The Voice had ook 6 miljoen kijkers of zo in het begin. En nu zit het bij ons is 2,5 of zo. Ja. Maar dat is alsnog genoeg om iets leuks aan over te houden. Maar tv gaat natuurlijk uitsterven op een gegeven moment. Dat is een kwestie van tijd, denk ik. Ja, ik denk dat die impact is nog steeds heel erg groot. Dus ik zie als ik een radio optreden doe ergens, wat voor impact dat heeft. Terwijl radio wordt dan altijd gezegd van tv sterft inderdaad uit. Maar radio zal altijd blijven, want in de auto luister ik naar radio. Mm-hmm. En dat vergelijkt met als ik een keer een tv optreden doe, wat voor... Om de een of andere reden heb ik het gevoel dat het kan zijn dat mijn doelgroep meer tv kijkt dan radio luistert. Absoluut. Maar dat een tv-optreden dus juist meer doet. Ja. Ja, visueel is natuurlijk sterker. Ja, nee, precies. Ja, dat hangt ook van mijn muziek. Zoals je denkt bijvoorbeeld aan een optreden van, of aan een videoclip van Michael Bublé. Ja. Als je het hebt over iemand in mijn genre, dan denk je niet aan een videoclip die heeft opgenomen. Dan denk je aan een live optreden, toch? Ja, absoluut. Dan zie je hem op het podium staan met een orkest achter zich. Dat zien we dan ook het dus, liefst. Ja. Nou ja, jij zit dus vol in de nieuwe dingen. Jim, wanneer kunnen we jou nog even zien op het podium? Je hebt er natuurlijk nog 30 te gaan. Je hebt 35 shows tussen februari en maart. In februari en maart. Ja. Zoek er eentje uit, zou ik zeggen. En ja. Dan heel veel succes allebei met alles wat jullie gaan doen. Dankjewel. Ja, en dan gaan we als laatst nog eventjes naar het weer. Want het wordt een lekkere herfstdag om binnen te blijven vandaag. Kunnen jullie een beetje met een dekentje op de bank vandaag? Of, Ik ga zo de bed in. Ja. Ik ben kapot natuurlijk. Ja, ik snap het. Nou ja, het wordt bewolkt, veel regenbuien, ook nog wat wind. Dus voor jou de beste keuze om dat zo te doen. De temperatuur wordt maximaal 10 graden. Nou ja, wij zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow te komen.